goede avond, moet ik inmiddels zeggen. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Rick Zeveke, ik ben programmamaker hier bij de Bali, verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En jullie bevinden je in een nogal bijzondere aflevering van de Bali Leert, zoals jullie ziet. Het feit dat we aan ronde tafel zitten als publiek, dat is op zichzelf nog niet zo heel bijzonder. Dat doen we vaker. Maar de mooie kleine tafels die ertussen staan nu, die zijn natuurlijk wel buitengewoon bijzonder. We gaan het namelijk hebben over burgerschapsonderwijs vanavond. Een van de onderwerpen die mij persoonlijk na aan het hart gaat. En zeker binnen onderwijsprogrammering hier vind ik het ook een hele natuurlijke match om het daarover te hebben, gezien de plek die de Bali is. Het publieke open podium waarin allerlei maatschappelijk relevante thema's en onderwerpen worden besproken. Iets soortgelijks gaan we vanavond ook doen met u. En dat gaat als volgt. Na mijn inleidende woorden zal ik zo meteen mijn eerste twee gastsprekers op het podium uitnodigen. Dat zijn wethouder Simone Kukenheim en PO-leraar Thijs Rovers. Vervolgens zal ik Lisa Hu, de ontwerper van het spel dat we zo meteen gaan spelen, Terra Nova Minimaatschappij, uitnodigen op het podium om iets te vertellen daarover, over het waarom ervan en het hoe ervan. En vervolgens gaan we iets heel spannends doen. Dat is een beetje een experiment, maar ik sta hier, of ik loop hier, een beetje enigszins voorzichtig. Dat is voor degenen die hier ook zo komen te staan en te spelen goed om te weten. Want er liggen wat verhogingen en verlagingen hier op het podium, dus kijk uit. Ik sta op twee eilanden. We gaan zo meteen live het spel, eigenlijk een verkorte versie van het spel, spelen met twee teams van vier personen. Jongeren en volwassenen, door elkaar gemixt. Die krijgen vervolgens een aantal vragen die ze als team moeten gaan oplossen. U kunt dat luizittend vanuit uw stoel volgen, want een van de teams wordt steeds versterkt tijdens een van de vragen, dus dan kunt u het overleg horen. En zo gaan we, krijgen we eigenlijk een beetje een intro en een inkijk in hoe het spel Terra Nova werkt. En daarna bent u aan de beurt. Maar de instructies daarvoor die zullen zo meteen volgen. Vervolgens, nadat we het allemaal een keer hebben gespeeld, vraag ik nog één keer Thijs op het podium en Arnold Jonk, de hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie die hier aanwezig is, om nog een aantal reflecterende inzichten. Dan zijn we denk ik om rond 7:45 is er nog een aantal minuten voor wat vragen uit de zaal. En om 8:00 zijn we klaar. Misschien vraagt u zich af, er staat een grote camera midden in de zaal. Aan het einde van de bijeenkomst kan het zijn dat de cameraman aan u vraagt: wat vond u van de avond? Vond u het een leuk spel? Heeft u misschien nieuwe dingen geleerd? Schroom niet om dan leeg te lopen en heel enthousiast te vertellen hoe leuk het was. Want dat is heel fijn voor cameraman Kevin. Ik geloof dat ik daarmee alle huishoudelijke mededelingen heb verteld. Zou ik dan nu een hartelijk applaus mogen voor wethouder Simone Kukenheim en leraar Thijs Rovers. Kom vooralsnog geriefelijk even zitten. Ik geef jullie allebei ook even een microfoon, zodat jullie verstaanbaar zijn. Alsjeblieft. Ik zou willen beginnen met eigenlijk een behoorlijk open vraag. Simone, eerst aan jou en dezelfde vraag daarna aan jou Thijs. Als er nog even los van wat praktisch haalbaar is of wat financieel mogelijk is, of als er iets zou zijn, Simone, waarvan jij zegt: ik zou het goed vinden als iedere jonge burger, dus ieder kind in Amsterdam, misschien in Nederland, misschien zelfs ter wereld, deze vaardigheid met betrekking tot burgerschap mee zou krijgen. Wat zou dat dan zijn? Nou, als ik één woord mag noemen, dan is dat empathie. Maar dat is wel een moeilijk woord. Dus ik hoop nog één woord te vinden wat niet een moeilijk woord is, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt.
Maar dat heeft ermee te maken dat ik denk, als je fijn in een stad met elkaar wil samenleven, dan moet je iets van een relatie met elkaar aangaan. En als je woont in een stad met meer dan 180 nationaliteiten, dan moet je, om die relatie aan te kunnen gaan, je echt kunnen verplaatsen in iemand die anders is. En daar heb je dus empathie voor nodig. Anders red je het niet en redden wij het niet als stad Amsterdam. Maar ik denk dat dat in het klein ook wel voor een klas geldt. Als je iets wil leren van elkaar en met elkaar, zul je ook die relatie aan moeten gaan. En in diezelfde klas, zeker in een stad als Amsterdam, zitten heel veel verschillende kinderen in een hele mooie, maar ook wel spannende momenten in hun leven. Dus dan is het eigenlijk een voorwaarde om tot samenleven te komen, of misschien wel soms tot leren te komen, is om dat te kunnen. En om je in elkaar te kunnen verplaatsen, om een relatie met elkaar aan te gaan. En dat is waar voor mij burgerschap eigenlijk op neerkomt. Empathie, jezelf in de ander kunnen verplaatsen. Thijs, wat zou jouw antwoord zijn op die vraag? Ja, ik herken me zeer in het verhaal dat wethouder hier geeft. Ik vind bij burgerschap ook een bepaalde mate van kennis vereist. Dus goed kunnen bewoorden wat je wil zeggen, verwoorden wat je wil zeggen. Zodat je ook kunt argumenteren. En daarbij moet ik meteen wel zeggen dat ik het ook belangrijk vind dat kinderen leren luisteren. En daarop kunnen anticiperen. En dat doe je natuurlijk in een setting van een basisschoolklas waar ik werkzaam ben. Kun je daar heel mooi mee werken, omdat dat natuurlijk ook de perfecte plek is om dat met elkaar te doen. Omdat dat eigenlijk het enige moment is dat je met alle verschillende soorten kinderen, en dan heb ik het niet alleen over culturele achtergrond, maar ook over cognitieve bagage die kinderen hebben, daar moet je gebruik van maken. Want daarna op de middelbare school delen we de kinderen al in hokjes. En op die basisschool is het nog puur en is het de maatschappij zoals we ook met elkaar in de stad wonen. Een mini-maatschappij, zou je zo kunnen zeggen. Ja. Simone, voor gemeente Amsterdam is, denk ik, afgelopen 4 jaar burgerschap ook een steeds prominenter thema geworden in hoe jullie scholen willen ondersteunen. Kun je misschien iets vertellen over hoe je dat als bestuurder hebt gedaan en hoe je dat zou willen blijven doen? Hoe je scholen ondersteunt in Amsterdam met betrekking tot burgerschapsonderwijs? We hebben het als prioriteit gemaakt. Dus we hebben het eigenlijk apart beleid opgemaakt, omdat we het zo belangrijk vinden. En we zijn eigenlijk in de eerste plaats begonnen om te zorgen dat scholen bij ons extra geld kunnen krijgen om specifiek programma's te draaien of zichzelf te scholen of noem maar op dit thema, op burgerschap. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. En daar zijn echt hele mooie programma's in Amsterdam. En tegelijkertijd ben ik nu zover dat er echt een volgende stap moet worden gemaakt. Ik denk dat als ik verder zou mogen dromen, dan zou ik echt vinden dat we veel meer met elkaar in heel Amsterdam moeten definiëren wat we nou eigenlijk verstaan onder burgerschap. Zodat we dan ook echt heel gericht met elkaar in al die scholen kunnen zeggen, maar dan is ook dit ervoor nodig om dat te doen. Dat we ook veel meer programma's, maar ook methodes die leraren zelf hebben ontdekt of uit zichzelf goed kunnen met elkaar delen, maar ook valideren. Bedoel je dan misschien ook een specifiekere vorm van burgerschap binnen de stad Amsterdam? Een soort Amsterdammerschap? Nou, ik merk, maar dat kan eigenlijk Thijs veel beter vertellen. Ik merk als ik hierover praat met scholen dat er heel veel verschillende beelden zijn over wat het nou eigenlijk met zich meebrengt. Mm-hmm. Dat ook heel veel leraren nog echt wel worstelen hoe ze daarmee aan de slag gaan. En op verschillende plekken in de stad. Dus ik denk dat als we daar het veel meer met elkaar over gaan hebben, de lerarenopleidingen bij betrekken, wetenschappers bij betrekken die kunnen zeggen, ja, maar deze methode is inderdaad heeft wat bereikt en dit niet. Leraren zelf de vragen daarop laten formuleren, dat we echt wel een stap verder kunnen. Kunnen we ook afspraken maken? Je merkt nu, en ik heb laatst, maar dat misschien kan Arnold daar straks op reflecteren, met de onderwijsinspectie gesproken. En toen zei ik, nee, maar waarom zijn jullie niet wat strenger? Want er zijn toch echt wel scholen, ook in Amsterdam, waarvan ik denk, nou, moet hier niet eens iemand een beetje gaan doorvragen? En dan krijg ik terug, ja, maar eigenlijk hebben we heel minimaal geformuleerd wat we nou eigenlijk willen van scholen. En eigenlijk is er ook nog niet heel veel om vervolgens leerkrachten daarin te ondersteunen. Dus wij hebben daar als gemeente nu, we organiseren kennissessies. Nogmaals, ik heb een paar echt lievelingsprogramma's die ik heel leuk vind. Maar je zou het net wat structureler moeten aanvliegen. En dat zou echt een goede volgende stap zijn.
En dan ook met de leraaropleidingen erbij zijn we nu een beetje mee begonnen. En echt aan leraren zelf vragen, wat heb je nou echt nodig in die klasse? Thijs, herken jij dit? Het is natuurlijk in, ik geloof, de wettelijke verplichting waar scholen aan moeten voldoen met betrekking tot burgerschap onderwijs is inderdaad heel breed, vaag omschreven. Waar loop je tegenaan in de praktijk met betrekking tot burgerschap onderwijs? Hebben jullie zelf een heel goed idee van wat en hoe je dat kan doen? Of worstelen jullie daar op school ook mee? Ja, dan koppel ik hem wel even terug van hoe ik er zelf mee omga. Dus binnen mijn eigen onderwijsorganisatie en ook wel het beeld wat ik terughoor van veel collega's van andere scholen. Je zegt het zelf al, burgerschap is een vrij breed begrip. Er zijn geen duidelijke kerndoelen opgesteld. Ik merk dat er ook wel een stuk terughoudendheid is, in ieder geval op basisscholen, om er methodisch mee aan de slag te gaan. Omdat er ook wel gedacht wordt, het moet ook een soort attitude zijn van een leerkracht, helemaal met jonge kinderen, om het in plaats van aan te leren, vooral ook te laten zien. Mm-hmm. Dus wat is goed burgerschap? En dat kun je eigenlijk, los van de methode, de hele dag door, in elke situatie dat je met de kinderen bezig bent, kun je dat tonen en kun je dat door mate van modeling met de kinderen, kun je dat oppakken. Het blijft lastig omdat er, en dat is ook wel mijn leervraag van vanavond, ik heb hierover gelezen over Terra Nova. Maar we zijn, en dus ik weet niet precies wat het is, ik wil het graag gaan ervaren, want er zijn heel veel leerkrachten op zoek naar handvatten van wat is het burgerschap nu eigenlijk, hoe breed is het, wat is voor op ons van toepassing. Want wat Simone zegt, dat herken ik wel, er is heel veel diversiteit in Amsterdam en ook op basisscholen zie je niet dat het allemaal dezelfde soort scholen zijn, maar elke populatie vraagt volgens mij ook een andere benadering. Het heeft te maken met wat voor soort leerlingen zitten erop. Wat krijgen ze van thuis al mee? En wat vinden wij als leerkrachten dat ze mee moeten krijgen? Nou, die vraag alleen al beantwoorden is best lastig. Ja, tegelijkertijd zijn er, en daar is, weet ik door onderzoeker Bram Eithof, onderzoek naar gedaan. Er zijn misschien een aantal universele dingen met betrekking tot democratisch burgerschap, waarvan we allemaal zouden kunnen zeggen, dat willen we aan iedere jonge burger meegeven, leren. En daarnaast zou je per school misschien een aantal eigen dingen kunnen benadrukken. Simone, je zei net even in een bijzin, de lerarenopleidingen die moeten misschien ook hier iets met het thema. En daar zijn we al een beetje mee bezig. Kun je daar iets meer over vertellen? Er is ook, ik kijk eigenlijk naar Hessel toevallig nu, die is van de HVA. Die is binnen de lerarenopleiding echt een leerlijn over burgerschap aan het ontwerpen. Dus dat is heel erg mooi, doet hij hartstikke goed. Maar je ziet dat dat is, ik heb het idee, maar dan moet Hessel mij corrigeren als dat niet is, dat echt wel een van de eerste in zijn soort is. Mm-hmm. Dus daar is echt nog wel werk aan de winkel. En het is ook nog werk aan de winkel om dat veel breder te maken. Want ik denk dat, eigenlijk Thijs zei net iets, vond ik heel aansprekend, namelijk met burgerschap is het zo, je kan daar projectmatig af en toe eens heel erg de diepte ingaan over hoe, maar het is ook natuurlijk iets als een soort methode, hoe geef je les? En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als er dit weekend een coup gebeurt in Turkije, dan zal maandagochtend ook de wiskundeleraar de leerkracht die net die week daarvoor of net eigenlijk de week daarna pas haar burgerschapsles had gepland, aan de bak moeten, 's ochtends vroeg. Ja. Met allemaal kinderen die daar thuis dingen over horen, die daar op het schoolplein dingen over horen, die of via hun mobiel dingen overlezen. En die zal dan toch het gesprek aan moeten gaan. Dus dan gaat het over meer dan dat project. Dan gaat het ook over een houding in de school. Het is daarmee, dus dan laat ik denk ik ook zien hoe ingewikkeld het wel is en wat voor enorme klus ook heel veel docenten voor staan. Maar het is ook wel weer een voorwaarde, denk ik, om heel veel andere dingen met elkaar te kunnen delen. Dus op het moment dat je daarmee misschien tot de ontdekking komen hoe kinderen in het leven staan, dan verwacht ik eigenlijk dat je daarmee ook een relatie aangaat en dan ook weer, weet ik veel, Nederlands, literatuur, noem maar op, met ze kan bespreken. Dus ik geloof over burgerschap, heb ik ook een beetje met kunst en cultuur vaak, heeft effect op heel veel domeinen. Ja, en daarmee is het inderdaad, zoals Thijs ook al zei, meer een houding en een voorbeeldfunctie, tenminste. Zo zou je het kunnen zien, om het niet uitsluitend als een methode te onderwijzen te zien. Nee, maar het heeft ook wel te maken met
met kennis. Een van de projecten bijvoorbeeld die waar scholen in Amsterdam gebruik van maken, is het project, misschien kennen jullie dat, Discussiëren kun je leren. Ik vind dat, zeg ik, een heel mooi project, omdat dat heel erg gaat over, oké, er is een stelling, hoe ga je daar dan mee om? Hoe luister je naar de anderen? Maar ook, waar haal je informatie dan vandaan? En kan je elke informatie die je tegenkomt, kan je dat eigenlijk wel vertrouwen? En nou ja, goed, dus via zo'n debatwedstrijd worden er heel veel ook gewoon vaardigheden En ook hele gevoelige aangeleerd. Onderwerpen worden besproken. Hele gevoelige onderwerpen. En wat natuurlijk ook gewoon, wat ik dan ook weer heel leuk vind, is dat door de setting van dat project kinderen uit heel Amsterdam, daar staat een, weet je, daar staan kinderen van Rospina, daar staan kinderen van de eerste Montessori-school, kinderen van de El Amin, kinderen van, nou ja, noem maar op, staan daar allemaal bij elkaar te debatteren over die onderwerpen. Ja, dat is ontzettend leuk en mooi om te zien ook. Maar dat heeft dus die beide dingen wel in zich. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld van een mooi instrument, een goede methode. Maar wat ik een beetje in general uit jullie verhaal hoor is, het is nog steeds, mede door de wat vage abstracte omschrijving van wat burgerschap is, best lastig voor scholen om er een eigen visie op te formuleren. Mede ook omdat je, nou ja, dat hoef ik jou thuis niet uit te leggen, maar de werkdruk die er op scholen heerst momenteel, wat maakt dat er misschien veel behoefte is aan nieuwe instrumenten, nieuwe methoden om daadwerkelijk handvatten te hebben om bijvoorbeeld een visie op burgerschap te formuleren. Beaam je dat? Ja, dat beaam ik. Los van de werkdruk zitten we hier in Amsterdam al helemaal natuurlijk met een sterk groeiend lerarentekort. Dus je bent al blij als je je klassen gevuld krijgt met leerkrachten voor kinderen. En dat is in het voortgezet onderwijs niet anders. Daar komt nog wel een puntje bij, vind ik. Want door die hoge werkdruk moet je ook op een gegeven moment keuzes gaan maken. En wat ga je dan laten vallen? Burgerschap als een methode vraagt ook dat er ergens anders iets af moet. En ik vind die keuze vind ik voor mezelf ook wel heel erg lastig. Van wat laat ik nu vallen ten koste van burgerschap? Wat laat ik vallen? En dat vind ik lastig. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat is bijna een hele aparte bijeenkomst om daar dieper op in te gaan. Om te kijken hoe je dat op een school daadwerkelijk zou kunnen organiseren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je daar in de praktijk tegenaan loopt als team op school. Mag ik jullie voor nu, voor dit moment bedanken voor deze antwoorden op deze vragen. In het kader van de tijd, ik kijk even omhoog, moeten we door. Jullie kunnen weer gerust even aan tafel gaan zitten. Want dan gaan we door naar eigenlijk een redelijk natuurlijk vervolg op. Geef ze vooral een hartelijk applaus. Eigenlijk wel best wel een natuurlijk vervolg op de dingen die we net hebben gehoord. Zowel uit bestuurdersperspectief als praktijkperspectief. Namelijk dat er op scholen behoefte is aan nieuwe instrumenten, methoden om burgerschapsonderwijs vorm te geven. In ieder geval het gesprek daarover aan te gaan. En er is een geweldig instrument sinds kort verschenen. Dat is ontworpen in de afgelopen 4 jaar door social designer Lisa Hu. En zij gaat daar nu iets meer over vertellen. Geef haar een hartelijk applaus. Ja, dank jullie wel voor iedereen en met name de kinderen die nu heel erg geschrokken zijn van, wordt dit een grote mens praatavond? Ik dacht dat we gingen spelen. Dat is inderdaad nog steeds het plan. Dus daarom wil ik hem even zo invliegen. Burgerschap, ik zal niet gaan vertellen van wat is dat nou precies. We hebben hele tabellen met definities en wat het nou precies betekent. Maar om te vertellen wat het voor mij en voor Terra Nova betekent, wil ik jullie 3 vragen stellen. Dat lijkt me toch wat praktischer. Dus steek je hand omhoog als je het eens bent met de volgende vraag. De eerste vraag is: wie vindt het normaal om 's ochtends zijn of haar tanden te poetsen? Oh, toch wel iedereen. En wie vindt het normaal dat in Nederland mensen die naar de universiteit gaan, dat die doorgaans meer kunnen verdienen dan mensen die bijvoorbeeld naar het mbo gaan? En wie vindt het normaal dat landen landsgrenzen hebben? Oké,
Nou, dan vraag ik me af, wie vindt het niet normaal, maar goed of eerlijk, dat 1 op de 6 mensen in deze wereld geen tandenborstel kunnen betalen? Die hebben niet genoeg geld voor een tandenborstel. Wie vindt dat goed of eerlijk? En wie vindt het goed of eerlijk dat de plek waar je bent geboren, dus het gezin waarin je bent geboren of het land waarin je bent geboren, dat dat bepaalt of jij toegang hebt tot die hogere opleiding? Tot die universiteit of tot die tandenborstel. Wie vindt dat goed of eerlijk? Oh, eigenlijk niemand. Wat ik dus probeer te zeggen is dat er tussen wat we normaal vinden en dat wat we goed of eerlijk vinden, daar zit vaak nogal een verschil in. En het verschil tussen die twee dingen, de ruimte eigenlijk, dat is waar wat mij betreft burgerschap zit. Dus niet de wereld nemen zoals die is, maar zelf kritisch nadenken over hoe je wilt dat die wereld werkt. Ja, en daar hebben we de school voor nodig. Want school gaat natuurlijk eigenlijk over de juiste antwoorden, toch? Maar wat als je eerst moet nadenken over gevallen waar niet één antwoord juist op is? Of als je eerst moet verkennen wat je überhaupt goed of eerlijk vindt voordat je zo'n vraag kan beantwoorden? Nou, dat is waar vanavond ook over gaat. Het gaat over vragen waar niet één antwoord goed op is. En daarom moeten we die dingen juist met elkaar bespreken. Nou, en kinderen hebben mij laten zien hoe we dat nou het beste kunnen doen. Kinderen hebben mij laten zien dat deze burgerschapsmethode, dat dit een spel moest zijn. Want in een spel zijn alle spelers gelijk. Ongeacht je achtergrond of je voorkennis hebt of niet, nou, dat zie je hier ook. Je ziet kinderen en volwassenen door elkaar en iedereen kan meedoen. Ja, wat er ook gebeurt met een spel is dat je eigenlijk over hele abstracte dingen, hè, zoiets als burgerschap, daar weten heel veel mensen niet eens wat betekent dat, burgerschap. Dat gaan we gewoon laten zien met poppetjes op een eiland. We gaan het gewoon materialiseren. En ook iets wat ik nog tot slot mooi vind is, kinderen vragen eigenlijk nooit, hoe kan ik winnen bij dit spel? Want dat vragen alleen de volwassenen. Ja, en dan zeg ik heel graag, dan stel ik graag de wedervraag. Hoe kan je winnen in de samenleving? Ja, die gaat diep, hè? En hebben we al gewonnen? Of wat moet je nog doen om nog te winnen? Ja, daar gaat burgerschap wat mij betreft over. Over het verkennen van wat er nodig is om die wereld zo te maken dat jij er graag in wil leven. En ja, tot slot nog even een tegenhanger, want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel geluiden en onderzoeken gehoord over hoe het niet zo heel goed gaat in Nederland met burgerschapsonderwijs. Nou, dit spel, wat hier voor jullie op tafel ligt, dat is ontwikkeld met honderden kinderen in de afgelopen jaren, die in hun vrije tijd op school, maar ook in hun vrije tijd, hebben meegewerkt aan hoe deze nieuwe schoolmethode eruit moet zien. En zo ook zijn er vandaag kinderen uit Bennekom, Friesland, Ede, Laarbeek, Breda, allemaal aanwezig hier vanavond. Applaus. Is dat niet ook gewoon al burgerschap? Dat je gewoon nu al bezig bent met, oh, ik wil iets bijdragen aan hoe dingen op school eruit zien. Ja, en misschien ook de hele totstandkoming van dit spel überhaupt. Het begon met een crowdfunding. Dat betekent eigenlijk dat er heel veel mensen, ook veel mensen hier aanwezig, allemaal losse tientjes hebben ingezet voor een spel waarvan educatieve uitgevers zeiden, nee, dat gaan we niet doen, daar hebben we geen geld voor, kunnen we niet genoeg winstmarge ophalen. Dat we dit gewoon dus zelfstandig hebben uitgegeven door die crowdfunding, door allemaal losse mensen die daaraan hebben meebetaald. En dat er vervolgens tientallen leraren zijn die dit spel zijn gaan testen in hun klas. En dan op een vrije zondagavond, of ik heb om 1 uur 's nachts nog e-mail gekregen met, oh, ik heb een idee voor je spel. Ik heb tips voor je. Of een jong stel, een jong koppel in Amsterdam. En die zei, ja, wij schaffen zo'n spel aan voor de school bij ons in de buurt. Want dat vinden we belangrijk. Dat gaan we doneren. Of een vrouw die zei, ja, ik ga met pensioen. En in plaats van flessen wijn voor mijn afscheid, wil ik donaties voor dit spel. En die heeft nu 18 spellen om gratis uit te lenen aan scholen in Ede. Is dat niet ook al burgerschap? Nou, dus dat vind ik eigenlijk heel erg gaaf, dat er zoveel mensen al op hun eigen manier zich inzetten voor die wereld waar zij zelf in willen wonen. En daar wil ik graag een applaus voor al die mensen die ervoor hebben gezorgd dat wij hier vanavond kunnen zitten. Ja, dus Terra Nova is echt wel samengemaakt. Wacht,
volgens mij. Ja, dat ziet er zo uit. En dan is het nu tijd voor actie. Ja, dan gaan we nu over naar een wat experimenteler. Zo, ik loop even langs de, langs de box. Wat experimenteerdere fase van vanavond. En we gaan namelijk live spelen op het podium met een. Met twee teams. Mag ik uitnodigen op het podium Simone Kukenheim, Dorien Keunig, Elbara Benzaat, Elwin van Keulen. Dat is team A. Geef ze een hartelijk applaus. Op eiland A. En team B. Nedir Bukic, Johannes Visser, Simi Liu en Elijah Alvarez. Team B. Neem plaats. Er is namelijk flessenpost aangekomen, aangespoeld, moet ik beter zeggen. En daar staan, dan moet ik natuurlijk even de juiste pakken. Want flessenpost komt altijd in volgorde aan, zoals iedereen weet. Team A. Elbara, zou ik jou mogen vragen om de vraag uit de flessenpost te halen? En hem in de microfoon voor iedereen voor te lezen. 1. Hoe ziet jullie samenleving eruit? Hoe gaan jullie hier wonen? Wie gaat wat doen? Hoe verdeel je het eten? Dit is dus een vraag voor beide teams. Hoe ga je hier wonen? Hoe verdeel je het eten? Er ligt al wat eten namelijk op het eiland. Het is de bedoeling dat jullie allebei met z'n vieren gaan overleggen hoe jullie dat daadwerkelijk gaan verdelen. Daar hebben we voor beide teams 4 minuten voor. Dat gaan we bijhouden. En bij team A komt een microfoon. Lisa die zal de microfoon erbij houden, zodat het overleg voor iedereen een beetje te volgen is. Voor vraag 2 zal dat bij team B het geval zijn. Ik kom zo wel even vragen uiteraard bij jullie, want dat kunnen we minder goed meekrijgen waar jullie het over hebben gehad. Is dat voor iedereen duidelijk en helder? Dan gaat de tijd nu in. Oké, dus wie wil als eerste iets zeggen? Kijk, kijk. Gaat de nieuwe wereld starten, dat is belangrijk. Nou, iedereen moet een plekje hebben, denk ik. We moeten ergens wonen. Omdat iedereen het goed vindt. Wat moeten ze goed vinden? Dat ze hier wonen. Misschien moeten we op ons eiland kijken wat we kunnen gebruiken om in te gaan wonen. Ik zie al wel hout en kokosnoten en een touw. Oké, aan de slag. We moeten ook iets met het hout doen. Wie van ons heeft er verstand van bouwen? Heeft een van jullie al eerder een huis gebouwd van hout en kokosnoten en touw? Nou, laten we even. Heb jij wel eens een hut gebouwd? Nee. Ook niet. Ben jij heel recent nog in een speeltuin geweest? Ja. Oké, dan is hij onze expert, want ik denk dan ben jij de. Oké, wat kunnen we gaan doen met deze kokosnoten? Dat we bijvoorbeeld dat we een soort van tent maken. Dat we die onderste plank zo laten en dan die twee hout tegen elkaar leggen. En dan ze aan elkaar vastbinden. Ja, en dan hebben we een soort van tent. Oké, ga maar doen. Maar misschien als jij ons aanwijzingen geeft. Nog 20 seconden. Oké, in de tussentijd. Misschien moeten we het hebben over de taakverdeling en zo. En het verdelen van eten. Hoe doen jullie dat in jullie wereld? Ja. Kunnen we het eten eerlijk verdelen? We zijn met z'n vieren, maar we hebben. Lijkt voldoende te zijn. Lijkt voldoende eten. 10 seconden. Maar we hebben 5 kokosnoten. En stop.
Oké. Okay. Oh, ik, ik zie een creatieve bouwsel op het linkereiland. En ik zie een vis die volgens mij in onze branding lag. Nou, oh, Ik dacht inderdaad ook dat die vis op eiland B lag, Johannes. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, maar hij zwom al een beetje deze kant op. Dus we dachten, we helpen hem een beetje. Hij komt uiteindelijk toch hier, dus we pakken hem vast. Dat is voor die vis ook makkelijker. Oké, okay, dat geeft al een beetje een inzicht van hoe het op dit eiland er aan toe gaat. Ik zie op eiland A dat er een prachtig huis is gebouwd. Elbara, was dat jouw idee? Ja. En wonen jullie daar met z'n vieren samen in? Ja, dat kunnen we best wel samen delen. Oké, okay, heel goed. Kijk, het klinkt al een stuk gezelliger en fijner dan eiland B. In ons huis woont alleen een vis. Laten we snel doorgaan naar vraag 2. Ja, we moeten, dat was even om erin te komen. We hebben nu een soort van basisopstelling op ons eiland. En dan komt nu de volgende uitdaging. Flespost. Flespost. Mag ik die aan Nadir geven? Nadir, zou jij vraag 2 willen voorlezen, alsjeblieft? Jij wilt de leider worden van dit eiland. Overtuig je medebewoners van de manier waarop jij het eiland wilt leiden. Oeh, pittige vraag. En op dit eiland geldt deze vraag voor Elwin. Dus ja, je wilt de leider worden. Hoe ga je ze overtuigen? En deze keer gaan we luisteren naar eiland B. We gaan nu hier luisteren. Is er iemand aan wie ik het woord kan geven die graag leider van het eiland wil zijn? En waarom? Nadir, jij misschien? Nou, niet per se, maar alleen als niemand anders de leider wil worden. Oké, okay, dus niet per se. Heel bescheiden, Nadir. Maar ik hoor hier rechts van jou. Ik vind dat hij de leider moet worden omdat hij niet per se de leider wil zijn. Zijn we het daar allemaal mee eens? Is er niemand die denkt, ik wil graag de leider worden? Simi? Nou, ik zou het ook gewoon prima vinden om de leider te worden. Ik zou alles samen delen. En, maar als hij dat wil, vind ik het ook prima. Oké, okay, ik krijg het idee dat eigenlijk niemand op dit eiland leider wil zijn. En het prima vindt als een ander het doet. Alicia, hoe zit dat? Hoe gaat dat? Nou, we leven gewoon in harmonie met elkaar nu al eigenlijk. Dus we delen al het voedsel eerlijk. En zo doen. Zo gaan wij met elkaar om. Wil je zelf geen leider worden van het eiland? Ja, dat zou ik vinden. Ik vind Nettie toch wel wat meer geschikt. Maar Simi had ook een heel goed idee. En zij zei, nou, de vis ligt daar. Laten we hem gewoon pakken. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg. Een leider... Ja. Daadkracht, dat willen we graag van een leider op team of op eiland B. Oké, als we dan gezien de tijd een stemming moeten gaan doen wie dan daadwerkelijk de leider gaat worden. Volgens mij ging de voorkeur een beetje naar Nadir. Als we allemaal gaan stemmen voor Nadir als leider, mag ik dan wat handen zien? Handen omhoog voor de stemmen als leider. Ja, het is overduidelijk. Nadir, jij bent bij deze gebombardeerd tot leider van team B. Je hebt de rest meteen eigenlijk in je eerste zin overtuigd. Heel erg goed. Hebben jullie overigens bij de vorige vraag ook al gepraat over hoe het eten wordt gevangen en verdeeld en zo, Nadir? Als nieuw bakken leider van team B? Nou, nog niet van wie wat gaat doen, maar wel hoe we het gaan verdelen. En het wordt allemaal eerlijk verdeeld? Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. Dankjewel, jongens. We zijn door de tijd heen, eiland A. En ik hoor heel graag waar jullie het over hebben gehad. Elwin, ik hoorde dat de vraag aan jou werd gesteld aan het begin. Hoe is dat verlopen? Dat proces? Nou, mijn leiderschap werd eigenlijk gelijk in twijfel getrokken. Ik weet niet of ik er iets aan kon doen, maar ik heb mijn best gedaan om eventjes mijn leiderschap te verdedigen. Maar we hebben eigenlijk gelijk gesproken over of we wel een leider nodig zouden hebben. Oh, het huis valt ondertussen in elkaar. Okay. Ga verder. Het lijkt gelijk alsof we een leider nodig hebben die dit oplost. Maar we hebben ons afgevraagd of we een leider nodig hebben. Of dat we misschien wel samen beslissingen kunnen maken. Of dat we verschillende experts hebben op verschillende gebieden. Die dan vervolgens een beslissing gaan maken. Dus we kwamen op een heel interessant gesprek uit. En we zijn er nog niet helemaal uit volgens mij. Maar het klinkt als een gedeeld leiderschap hier op basis. Daar lijkt het wel naartoe te gaan. Ja, ja, heel mooi. En nou, ik zie dat Obara ook meteen leidt door te doen, door het huis meteen weer op te bouwen. We gaan door naar vraag 3. Voor team A.
Simone, zou ik jou die mogen laten voorlezen? Degene links van je is ziek geworden. Het is een erge ziekte en niemand weet of hij of zij nog beter wordt. Krijgt hij zij te eten van het voedsel waar anderen voor werken? Belangrijke vraag. We gaan team A weer volgen. Ja. En ik kom straks bij team B. De zieke bij team B is Elisa. Elijah. De vraag is of we hem nu al opgeven of niet. Dat is de vraag. Of niet? Als hij toch niet meer beter wordt. Ja. De microfoon staat dus aan. Ja, ik gooi het gewoon maar even eerlijk in de groep hier. Als iemand toch, ik bedoel, wat, ja, dat is toch eigenlijk zonde. Nou, je hebt niet helemaal mee eens, want hij was een hele goede leider. Misschien moeten we hem juist meer eten geven, dan wordt hij weer beter. Ik denk dat ik harder ga werken op het moment dat ik zie dat als ik ziek word, dat ik toch nog ondersteund word. Dus ik denk dat we hem zouden moeten helpen. Wat vind je er eigenlijk zelf van? Ja. Want jij bent de zieke in dit geval. Ja, dat vind ik goed. Dan kan ik bijvoorbeeld vlees krijgen. Dan kan ik misschien beter worden, medicijnen. En ja, dan kan ik weer helpen. En hoe lang moeten deze mensen van hun eigen eten afstaan aan de zieke? Want de zieke die kan zelf dus niet werken. Nou ja, en hoeveel ook? Want op zich, hoeveel heb je eigenlijk nodig om beter te worden versus hoeveel je nodig hebt om te werken? Dus hoeveel, ik bedoel, een stukje kokosnoot hoeft niet meteen een hele. Of niet? Wat, hoeveel trek heb je eigenlijk? Als je ziek bent, heb je toch niet zoveel trek? Ja, en hoe lang eigenlijk, hè? Want we weten niet de zieke wanneer die beter wordt. Misschien is die zieke wel, ja, we misschien wel 3 jaar ziek. Moeten we dan 3 jaar lang onze kokosnoten afstaan? Nee? Oh. Nee, ik denk, we moeten seconden. Gewoon kijken of iets helpt. Maar we hebben ook niet zoveel zelf. Dus ja, wij zijn ook degene die straks het harde werk moeten doen. Dus ik vind ook dat wij recht hebben op eten. En dat als hij nou niet beter wordt, is heel zielig. Maar ja. We kunnen een van die kokosnoten natuurlijk planten. En dan hebben we een kokosnotenboom. En als we dan even volhouden, dan hebben we eigenlijk gewoon constant voedsel. En dan is dit hele, dan maakt het eigenlijk 3, niet uit. Dan kunnen 2, we gewoon 1, bio-industrie. Punt. wij hebben op eiland B natuurlijk totaal niet meegekregen wat er bij eiland A is besproken. Ja, de rest wel. Mm. Ja, mijn politiek is kwijt. Dat is gewoon... Is er, ja, misschien in 2 zinnen samen te vatten? Ja, je kan jezelf nu nog redden. Dit is het moment. Ja, ik zei, de rest heeft wel meegekregen wat ik zei. Dus mijn politieke carrière hangt nu gewoon aan de wilgen. waar hebben we het over gehad? Nou, we hebben eerst eens even ons afgevraagd of je een zieke die toch al bijna is opgegeven überhaupt moet eten geven. Maar de meerderheid was toch wel eens dat dat toch wel belangrijk was. En toen ging het een beetje over, nou ja, hoeveel dan en van wie? En, daar kwamen, en hoe lang moet dat dan? We hebben hem uiteindelijk opgelost, denk ik, doordat we bedacht hebben, als we nou een van die 5 kokosnoten planten, dan krijgen we een boom met gewoon constante stoet van kokosnoten. En dan kunnen we het leien, zeg maar. Maar dat er iemand ziek wordt. Ah ja, goed idee, goed idee. En jij leeft nog? Ja. Yes. Gelukkig maar. Op eiland B was er aan het begin geloof ik wat oneenigheid. Johannes, vertel. De oneenigheid ging over of we niet gewoon beter Elijah konden laten sterven en opeten. Zodat we meer eten zouden hebben zelf. En op zich was hij bereid zich op te offeren, maar het is tot een compromis gekomen. We voeren hem de vis. Mocht hij blijven leven daardoor, dan zal hij daarna wat harder moeten werken om het weer in te halen. Als hij overlijdt, dan mogen we hem opeten. Oké, okay, dus duidelijk dat team eiland B een ander eiland is. Elijah, werd er uitsluitend over jou gepraat of werd er ook echt met jou gepraat als zieke? Met mij gepraat, heel erg. Oh, dat is inderdaad prettig gegaan dan. Dan gaan we door naar vraag 4. De laatste vraag. De laatste vraag. Elijah, mag ik jou die laten voorlezen? Oh, dit is een lange vraag.
Er is een zware storm op komst. Een van de twee eilanden zal hun eiland moeten verlaten. We weten nog niet waar de tornado naartoe zal gaan. Gooi kop of munt op naar welk eiland de tornado gaat. Kop is eiland Oost, munt is eiland West. Eiland West, voor de kijkers Oost. Nee, dat is onhandig. Laten we dit eiland West noemen en dit eiland Oost. Ja, Lisa, je hebt een munt. Ik heb heel toevallig een munt in mijn zak. en volgens mij mogen jullie dan dus opgooien. Dus nog een keer, kop is het westen. Kop is oost, munt is west. Oké, dus... Kop is west, munt is oost. Oké, dus gooien we zo meteen kop. Dan wordt dit eiland compleet verwoest. Je ziet hoeveel ze hier hebben opgebouwd. Wat ze hier allemaal gaan verliezen zo meteen. Of wordt het toch eiland... West? Oost? Oost! Nou ja, de munt is aan jou. Oh, dat kan ik helemaal niet, joh, maar ik ga het proberen. Oh, waar is hij? En het is geworden... Munt, sorry, munt. Het is geworden munt. En dat betekent dat dit eiland al zijn hebben en houden moet gaan oppakken. Want over luttele uren zal de tornado bij jullie aankomen. Er zal hier dus niets overblijven. En wat we nu... Jongens, voordat jullie eiland daadwerkelijk opgepakt is... Even wachten. Hebben we een speciale vraag voor het eiland van de tornado. Die mogen jullie voorlezen. En dan wil ik dit eiland vragen om hun oren dicht te houden. Dus oren dicht, team B. Ja, wie wil hem voorlezen? Okay. Hier, lees hem maar voor je. Jullie moeten verhuizen naar het buureiland, want alles op jullie eiland wordt verwoest. Hoe zorg je ervoor dat jullie geaccepteerd worden door de eilandbewoners die op het andere eiland wonen? Oké, dus hoe zorgen wij ervoor dat we geaccepteerd gaan worden? Nou, dan hebben we hier ook nog een fles en dan gaan we jullie vragen om je oren dicht te houden. En dan gaan we deze vraag bespreken. Dank je. We hebben voor jullie ook een vraag. Team A houdt nu de oren dicht. Simi, zou jij die misschien willen voorlezen? De bewoners van het buureiland komen naar jullie toe. Hoe reageren jullie? Hebben jullie gelijke rechten of mogen jullie als eerste bewoners meer bepalen over het eiland? Dat is een belangrijke vraag. Ja, oké, haal je vingers uit je oren, want nu gaan we in elk eiland bespreken. Ja, wat we zojuist hebben besproken, dat gaan we nog even... 1-2 minuten zonder microfoon doen. 2 minuutjes zonder microfoon. En dan gaan we daadwerkelijk verhuizen. En dan komen we verslag halen. Ja. Dus overleg, de 2 minuten gaan nu in. En aan tafel heeft u natuurlijk nu allemaal gedachten over hoe u zou gaan antwoorden op deze vraag. En op uw eigen eiland. Hou dat vooral vast. Want daar gaat het zo meteen misschien over hebben. Kunnen we een grote huis maken? Ja. Nee. We zouden ook kunnen vertellen hoe we het zijn. Ja. Samenleven. Grote lol op eiland B. Dat wij onze eigen ideeën meenemen. Van dit eiland naar dat eiland. Ja, we hebben gewoon aangekomen dat we ideeën. Dat is niet zo. Nog 30 seconden. Hoeveel zorgen dat we dat erin zetten? Ja, er moet ook geborstcrawled worden. Ken je de borstcrawl? Nee. Kunnen ze er niet gewoon tussen en erbij? Moeten ze kijken naar elkaar zijn aparte plekken? Ja, er wordt nog over jullie gesproken daar zo. Nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Tijd is om. Ja, volgens mij gaat mijn team beginnen met de borstcrawl. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Team A komt naar team B toe. Zwemmend. Met alle supplies ook. Dat is wel indrukwekkend. Is dat. We zijn aangekomen. Wie wil er als eerste het woord?
Hallo, mogen we misschien met jullie leven? Want ons eiland gaat zo meteen stuk. En we hebben wel een cadeautje voor jullie. Dat jullie bijvoorbeeld een kokosnoot van ons mogen. En we hebben ook hout en touw. Dan kunnen we bijvoorbeeld een groter huis maken. Klinkt als een uitstekend voorstel. Wie gaat daarop reageren, team B? Leider natuurlijk. Jullie mogen gerust komen, maar jullie moeten wel gewoon aan onze regels houden. Wij houden ons daar ook aan, dus jullie ook. En wij zijn jullie heel erg dankbaar voor al die spullen die jullie hebben meegenomen. We hebben ook een idee. Dan gaan we deze kokosnoot planten en dan krijgen we een kokosnotenboom. Is goed, daar zijn wij het mee eens. Wat een uitstekend idee. Volgens mij wordt dit een heel erg harmonieuze nieuwe samenleving. Geef ze een ontzettend hartelijk applaus. Onze livespelers van vanavond. Zoek weer een plekje aan tafel. Dames en heren, laat de supplies lekker liggen of neem ze mee naar je eiland. Handig om te hebben. Ja, dankjewel. Oké, dan gaan we voor het volgende onderdeel even een kleine reshuffle doen. Want u bent natuurlijk allemaal binnengekomen en waarschijnlijk met bekenden binnengekomen. En u bent natuurlijk gezellig bij elkaar gaan zitten, want u kent elkaar. En dat is leuk als je ergens naartoe gaat om samen dingen te bespreken met gelijkgestemden en bekenden en vertrouwelingen. Maar ik wil jullie vragen om allemaal op te staan, een nieuw plekje te zoeken en vooral aan tafel te gaan zitten met mensen die je nog niet kent. 1 minuut! En anders gaan jullie 2 en 2 en dan... Jullie moeten verspreiden! Ik moet het spel leiden, dus ik mag het niet meedoen. Hallo. Oké, we hebben hier een team met 3 leerlingen. Dus komt er iets meer... Bram, mag ik jou vragen om in plaats van Elbara... hier te komen zitten. En Albara, kom jij even aan de tafel zitten, want dan hebben we het iets meer beter verdeeld met volwassenen en leerlingen. En dan kan jij... Ja. Aan die tafel gaan zitten. Wij zijn voor je. Ja, nee, echt niet. Blijven jullie bij elkaar? Want anders kunnen jullie iets meer verspreiden. En dan... We zijn wel heel goed met zo'n... Oké, volgens mij... Zo leuk, want... Zijn we er redelijk? Lars is erbij gekomen. Lars is nieuw. Goed. Er zitten 2 mensen die ze niet hebben. Ja, iedereen heeft een plekje gevonden. Dan geef ik jullie in... Oh, er is een vraag. Eén moment, ik kom naar u toe. Want dan kan iedereen de vraag verstaan. Als er mensen over zijn, we hebben nog 2 plekjes op ons eiland. Oh. Zijn er mensen over? Hier zijn 2 plekken over, volgens mij. Hier zijn... Ja, maar we hebben hier... Even kijken, nou als we... Ah, daar komt iemand naartoe. We kunnen hier wel een team van 3 en een team van... Ja, een team van 2. Weet je wat? Doe gewoon, maak hier 1 team van. Lijkt me het beste. Ja? Lisa, jij bent onze gids van vanavond, deze ronde. Dus aan jou het woord. Ik ga jullie er doorheen loodsen. Want we hebben hier natuurlijk even gezien wat er gebeurt als je zelf op een eiland staat. Dat was natuurlijk heel duidelijk dat het een eiland was. Maar nu gaan we zelf aan de slag. En dat werkt net eventjes anders. Want je bent zometeen niet zelf een eilandbewoner, maar je bestuurt een volkje op het eiland. Oké, nou hoe werkt dat nou zometeen? Terra Nova Minimaatschappij, dat spel, dat gaat over samen de wereld maken waar je zelf in zou willen wonen. Dus als we naar buiten kijken, Nederland, dat er is al van alles in geregeld. Maar wat als we alles opnieuw zouden mogen bepalen? Hoe zou het dan werken? Nou, dat is wat we zo meteen gaan doen.
Dus, hoe werkt het? Ja, je bestuurt dus zometeen zelf de eilandbewoners. Iedereen die aan zo'n mooie, grote, ronde tafel zit, die kan een la opentrekken en die zal daar zien liggen zijn volk. Ja, en deze tafels, dat moet ik wel even vertellen. We hadden natuurlijk het bordspel en dat is er gekomen dankzij de mensen waar ik net over vertelde. En Stichting Talud hier ook aanwezig vanavond. Maar die variatie hierop, die grote tafel, die is gemaakt samen met Bruns. En dit is een voorproefje, want volgend jaar staan die in Utrecht. En dan kunnen schoolklassen daarmee toe bij ProDemas. Dus die hebben we vast hier even als primeur. En die werkt net even anders. Alles is wat groter en er is relief. Maar verder kunnen we de vragen precies hetzelfde doen. Oké, nou, het spel draait eigenlijk om discussiëren. Is er een kind, een leerling, die even kan uitleggen wat discussiëren is? Handen. Je mening geven over een onderwerp en dan samen tot één mening komen. En je mening geven en nog iets anders? Nee? het gaat inderdaad over je mening geven en natuurlijk ook over luisteren wat die ander dan te zeggen heeft. Ook als hij misschien iets zegt waar je het helemaal niet mee eens bent. Want er zijn geen goede en foute antwoorden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in dit spel. Je mag eigenlijk alles zeggen als dat maar echt is hoe jij denkt dat die wereld moet werken. En je moet het dus ook uitleggen. Oké, nou zometeen heeft iedereen een eigen rol met een eigen taak. En nou ben je met wat minder of meer, dan kan je het oplossen door gewoon een rol weg te laten of samen te doen. Ik zal even uitleggen welke rollen er allemaal zijn. We hebben als eerste de muntenbewaker. Nou, de muntenbewaker, kan je even deze la openmaken? Oh, de andere. Ja. Mag ik er eentje? Er zijn namelijk zometeen munten. En de muntenbewaker, die geeft iedereen 4 meningmunten. Wil je dan zometeen iets zeggen, iets inbrengen over hoe jij denkt dat dat eiland moet werken? Dan zet je zo'n muntje in. En dan moet iedereen naar jou luisteren. Maar heb je ze dan allemaal al ingezet, dan mag je ook niets meer zeggen totdat iedereen ze heeft ingezet. Want heeft iedereen zijn 4 munten ingezet, dan krijgt iedereen ze weer terug. Dus het maakt niet uit of je ze inzet, maar kijk wel wanneer en hoe vaak. Nou, en die muntenbewaker die houdt dus in de gaten dat iedereen die munten daadwerkelijk gebruikt. En dat iedereen ze weer terugkrijgt als ze zijn ingezet. En dan hebben we de discussieaanvoerder. Ja, dat is een uitzondering, want de discussieaanvoerder die houdt die discussiekaarten in de gaten. En die zijn altijd gratis, dus die kosten geen munt. Je mag dus eigenlijk altijd een kritische vraag aan elkaar stellen. Want op die discussiekaarten staan vragen als: is dat goed voor iedereen? Of welke nadelen kan dat hebben? Nou, dat zijn dingen die je dus eigenlijk nu, maar ook in het echte leven, altijd aan elkaar kan vragen als je net een stapje verder wil nadenken. En die discussieaanvoerder die houdt die kaarten in de gaten. Iedereen mag die kaarten gebruiken, maar de discussieaanvoerder zorgt dat ze minimaal 1 keer per vraag worden gebruikt. Dan de materiaalmeester zorgt ervoor dat het juiste materiaal wordt gebruikt. Dus soms zie je een poppetje in beeld en dan weet die materiaalmeester dat gaat over dit poppetje. Nou, de tijdbewaker. We hebben zo meteen een timer in beeld. We krijgen namelijk 4 minuten per vraag die we gaan oplossen op het eiland. Ja, en de tijdbewaker die kan dus zeggen van: oké, jongens, nu is het toch echt tijd om tot een conclusie te komen. Oh, jij bent wel heel lang van stof. Zullen we afronden? Dus dat mag de tijdbewaker allemaal zeggen. Tot slot de onderwerpenwaker. Die doet eigenlijk hetzelfde, maar dan met het onderwerp. Dus wordt er afgedwaald. Mag de onderwerpenwaker zeggen: we moeten wel deze vraag oplossen. Nou, ben je nou met minder mensen, dan kan je bijvoorbeeld de tijdbewaker en de onderwerpenbewaker combineren. Heb je meer mensen, dan zijn er bijvoorbeeld 2 muntenbewakers. Zo kan je het dan samen oplossen. Alright, dan gaan we nu starten. Laten we even 30 seconden nemen om die rollen te verdelen in je team. Dus hoe ga je dat nou doen? 30 seconden. Ik heb geen camera in de dingen. Oh. Dus ik zal het bijhouden en dan per minuut zeggen: we zitten op de tijd. Is goed. Gaan we nog een kind bij de première van de sterren maken? Ja, wie zullen we vragen? De jongen die rode haar. Ja, het is een beetje de concentratie.
Zijn de rollen verdeeld, dames en heren? Als het goed is, zijn alle rollen nu verdeeld. Ja, en dit was natuurlijk al een oefening op zich. Zit je namelijk in een klaslokaal. Dan kan je heerlijk observeren. Oh, dat team daar, die heeft iemand aan tafel die meteen alle rollen uitverdeelt over het team. Herkenbaar. Of een team wat veel te lief voor elkaar zegt. En oh, mij maakt het niet uit hoor. Nee, mij maakt het ook niet uit hoor. Dus dit is natuurlijk al, hoe verdeel je die rollen? Dat is al eigenlijk al een eerste vraag. Ik hoop dat het bij jullie allemaal is gelukt. Dan zien jullie nu een materiaaloverzichtje van wat heb je nou allemaal op tafel liggen. We hebben namelijk 7 eilandbewoners en ze zijn allemaal anders, net als in de echte wereld. We hebben 3 jonge eilandbewoners, de kindjes of de jongeren. 2 palmbomen, 3 kokosnoten, 2 vissen, 3 meren. 4 meningmunten per speler als het goed is. 4 houten plankjes, daar kan je eigenlijk van alles mee uitbeelden. En 3 kampen. En je ziet ook 7 leidingstekens liggen, gele tekentjes. En die zijn pas vanaf vraag 2. Nou, als het goed is, hebben jullie dit materiaal allemaal compleet. Is er nog iemand die een vraag heeft voordat we gaan beginnen? Of... ja. Kun je deze tafel niet als eettafel gebruiken? Dat vind ik een heel goed idee. En dan zeker moeilijke discussies tijdens het avondeten, of niet? Heel handig. Ik zie zomaar een tweede functie voorbij komen. Nog andere vragen? Oké. Nou, dit begint natuurlijk met een verhaaltje. We hebben namelijk die eilandbewoners. Ja, voordat dat eilandbewoners waren, waren dat ontdekkingsreizigers. En we weten niet waar ze vandaan komen, maar wel waar ze naartoe gaan. En dat is naar jullie eiland. En daar gaan ze een nieuwe wereld starten. Zijn jullie klaar voor de eerste eilandvraag? Ja. Super. Oké, ik ga hem dan zo meteen voorlezen. Ik heb net gehoord, er is geen timer in beeld. Dus de tijdbewaker die kan toch wat meer achterover zeggen. Wij gaan namelijk gewoon nog zeggen, nog 1 minuut, nog 30 seconden. Dus dat wordt op die manier. Nou, ik ga de vraag voorlezen en dan gaat u na de tijd in. Klaar? Oké, vraag 1. Waar en hoe gaan de eilandbewoners op jullie eiland wonen? Blijven ze bijvoorbeeld samen in 1 groot kamp? Of verspreiden ze zich? Of iets heel anders? Wat zijn nou de voor- en nadelen van hoe je op zo'n eiland kan gaan wonen? En dan mag je zo meteen een plek vinden voor de bomen, het water, de eilandbewoners, de kamphutten. Ja, het staat er niet op, maar eigenlijk gewoon voor alles. Je mag alles wat op tafel ligt, behalve die gele leidingstekens, mag je al gaan gebruiken. En zet zo meteen al meteen je meningmunt in als je iets wilt zeggen. De tijd gaat in. Geven die jongen zo meteen de klok? Ja. Ja. Ook het niks. Kunnen we misschien ook zeggen? Zeg het bij vraag 2. Voor vraag 2. We hebben 3 woorden. Ga ik gewoon even halen. Malas, zou jij voor links en mij 2 grote glazen water en bar gaan? Eén minuut voorbij. Van
kunt wel. Daar is anders een stoel. Oh ja. Ja, ja, ik kan wel ook wat zien. Nog 2 minuten en dan moet alles op het eiland staan. Nog 1,5 minuut. Dat is wel echt gek. Iedereen is gewoon cool. Nog 50 seconden. En wat doen we met Klaas? Zien jou, je is wel een beetje onder controle daar. Ja, ja, ja. Ze wilde een plek waar iedereen heen kon om de kinderen te maken. Oh, zie je. Het is tijd voor de controle. Ja. 5, 4. Bij 10? Bij 5. Ja, nu. Bij 5? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Tijd! Ja, dat was de eerste vraag, de eerste 4 minuten. En ik hoop dat jullie allemaal een goede start voor jullie eiland hebben gevonden. We willen nu natuurlijk heel graag nabespreken, horen wat er met vraag 1 is gebeurd. Maar om onder controle te houden dat de volwassenen nu niet eindeloos gaan praten, willen we graag een zandloper aan een kind geven. Om ervoor te zorgen dat zodra het saai wordt of deze zandloper op is, om dan te zorgen dat, dat we toch echt moeten stoppen. Ik zie hier gezwaai. Mag ik jou de zandloper geven? Draai maar om. En is het nu tijd om na te bespreken? Is hij op? Geef dan even een geel en dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik zie hier al een hand. Kan ik hier even... Ben je kwijt? Ja, je meningmunten die krijg je pas terug als iedereen ze heeft ingezet. Oh. Allemaal vergeven in vraag 1. Dat is jammer. Oké, okay. Is er een eiland dat wel wat wil vertellen over hoe het is ontstaan? Ik zie... Daar zo. Oh. Zo bij jullie, jongens. En dan? Nou, wij hebben meer de eilanden verspreid over heel het eiland. Ik bedoel de kampen. Want dan heb je meer voedsel, ja, zeg maar. Ja, dat. Verspreid over het eiland, ja. En hier zo? Wij hebben eigenlijk een soort groot dorp gemaakt en een klein dorpje. Want als je het allemaal in één grote stad doet, dan kunnen andere mensen het ook te druk vinden. En we hebben de palmbomen ook verspreid over de dorpjes, dat iedereen genoeg eten heeft. En we hebben de watertjes ook verspreid, want dan kunnen ze dan in zwemmen of drinken of zo vandaan halen. Ja, daar heb ik eigenlijk wel een vraagje over die watertjes. Want het viel me op, ze zijn niet alle drie even groot. En als je dan bijvoorbeeld zoals hier de kampen verspreid hebben, maar er zullen vast nog andere eilanden hebben die dat ook hebben. Hoe bepaal je nou wie dat grootste water krijgt? Ik hoor hier gelach. Is het daarover gesproken hier zo?
Nou ja, wij hadden bedacht dat het eigenlijk heel erg fijn is om alles met z'n allen te doen. Op een groot stuk van het eiland wonen wij met z'n allen. We hebben nog even discussie gehad of we de kinderen erbij wilden hebben. Sorry. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten om ze bij ons te houden. Het water, de bomen en het kamp. En zo staat het dus helemaal links. Dan hebben we heel veel bouwruimte aan de rechterkant. Hier zit iemand met al heel lang zijn vinger omhoog. Die zou ik ook even willen bevragen over hoe is het hier op het eiland gegaan? Nou, wij hebben ook nog een ziekenhuis, bijvoorbeeld als iemand ziek is. En die hebben we in het midden, zodat niet als we hem bij de achterste hebben geplaatst, dat dan de voorste helemaal daar naartoe moet lopen. En dat is best ver. Dus in het midden zitten ze precies even ver van elkaar. Dus moet je even ver lopen en de het kleinste meertje, daar hebben we dan weer een vis in gedaan. En zodat je daar ook nog eten hebt en niet alleen het water. Dus, en bij het grootste moesten we er, en bij de middelmatige ook. Wat een goede idee allemaal. En hier is nog iemand die graag een aanvulling wil geven, geloof ik. Want hier hebben we in het midden, bij het ziekenhuis hebben we ook een groot meer, zodat de zieke mensen, die kunnen dan ook daar wat van nemen. Want bij ons is het drinkwater. En hebben jullie dit allemaal zelf bedacht of ging het een goed overleg? Als het goed is, ging het over goed overleg. Als het goed is, ging het een goed overleg. Oké. Hoe zit het met de tijd, tijdbewaker? Oh. Nou, dat komt echt perfect uit. Nou, gelukkig hebben we nog heel wat meer vragen, dus we zullen zeker ook de andere teams nog een keer horen. Voor nu vast de volgende vraag. En dat is, deze eilandbewoner, materiaalmeester, hou in de gaten wie is deze persoon, zoek hem op je eiland. Deze eilandbewoner die heeft veel ideeën voor het eiland en zij wil graag aan de macht komen. Maar hoe moet dit eiland eigenlijk... Post-its. Ja, en hoe moet dit eiland eigenlijk geleid worden? Moet er bijvoorbeeld één leider zijn, of meerdere leiders, of een heel ander systeem? Hoe wordt er nou bepaald of iemand de leiding mag worden? Nou, heb ik twee opmerkingen voordat jullie van start gaan. Eentje is, je kan vanaf nu de leidingstekens gebruiken om te laten zien wie de leiding is. Dus één of meerdere of niemand. Dus dat mag je zelf gebruiken. En een tweede is, jullie zien post-its van die gele plakbriefjes op tafel liggen. Want zoals jullie weten stoelt Terra Nova op de ideeën van de mensen die ermee aan de slag zijn. Als jullie nou straks ideeën hebben of denken, oh, dit is echt interessant, of we hebben hier iets besproken, dat is echt belangrijk voor onze wereld, schrijf dat op. Want dan ga ik die achteraf allemaal netjes lezen en misschien komt daar dan wel een heel leuk artikeltje uit. Dus kom je zo meteen dingen tegen, schrijf ze op. En dan nu eerst start voor vraag 2, leiderschap. Sowieso vast deze. Oh, super. Zo leuk. Onwijs bedankt dat je er was en mee wilde doen. Ja. 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 Ja
Ja, wij kennen elkaar al. Nog anderhalve minuut. Dit is de leukste tafel, hoor ik. Het is van hier. En dan? En die andere twee kunnen dan... Zal ik een extra speler voor jullie regelen? Ja. Nee, ja. Want hij gaat zo weg. Ik dacht... De twee gaan daar erbij. Ja. Dus kunnen de leerlingen dan... Ja, maar is het... Hé. Hey. Ja, jongen. Ja. Nog één minuut. Sowieso, dank je wel. Ja? Net als mede, dus aan de school. Ik heb niks gedaan. Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. Ja. Maar ik moet ook een beetje opletten. Ja, moet ik ook het lokken naar je. Ja, stemming. Dank, Hessel. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Kappen! Tijd. Oh ja, ik hoor al, we zijn er nog niet uit. Maar de tijd is helaas op. Dit was vraag 2. Dat betekent dat hier zo inderdaad de zandloper omgedraaid mag worden. Oké. En dan is het nu tijd. Wie wilde vertellen over leiderschap op hun eiland? Ja, wij hebben eigenlijk gekozen dat één plek je mag eten, één plek rustplek. En de andere dag gaan ze verzamelen, gaan ze verhaaltjes vertellen. En dan bij elke plek een leider is. En dan bijvoorbeeld, die leider zegt je mag maximaal 5 uur slapen of zo. Een hele goede leider, dat hoor ik al. En die leider, jullie hebben dus 1 leider, of? Oh, 3. Ja, 3. Dus van de rustplek en de verhaaltjesplek, die heeft allemaal een eigen leider. Oké. Okay. Ik heb hier een natuurlijk leider van eiland B, van eerder op de avond. Nabier, vertel. Nabier, sorry. Wij zijn er uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er drie mensen zullen regeren. 1 kind voor de recht van kinderen en zo. En dan een man en een vrouw, want die hebben dan weer verschillende meningen. En dan per jaar komt er een nieuwe regering. Heel democratisch. En was het ook moeilijk om tot die beslissing te komen? Was er een grote machtsstrijd hier? Hebben jullie veel gevochten met elkaar of ging het eigenlijk heel makkelijk allemaal? Nou, het was niet heel erg anders dan de ander. Het was gewoon best wel makkelijker. Oké, ging eigenlijk best wel harmonieus op dit eiland. Is je daar een vinger? Nou, wij hadden zeg maar een leider voor hoe ze het eten en zo zou vergeten en geld en zo. Een leider voor sport en spelen in de vijvertjes en zo. En we hadden een leider ook voor kinderrechten. En een leider voor onderwijs. En dan heb ik wel een vraagje. Is er een eiland dat heeft nagedacht over hoe je eigenlijk leider wordt? En ja? Nee? Hier zo. Ja, bij ons is iedereen leider. Anarchie! Nee, vertel. Sorry, dit is mijn moeder. Dus vandaar mijn opstandige reactie.
Nou, alle volwassenen zijn verantwoordelijk voor één onderwerp. En als er dan oneenigheid is, dan is degene die waar de meeste mensen voor zijn, dat wordt het dan. Ja, dus de meerderheid bepaalt hier zo. Ja, dan heb ik daar wel een vraagje over. Want ik doe dat natuurlijk heel vaak in klassen, met name op de basisschool. En ja, jullie weten dat misschien nog wel. Als er dan wordt gezegd van, ja, bij ons mag de meerderheid die mag bepalen. Ja, hè, de meeste stemmen gelden, dat zeggen we gewoon altijd. Maar in de klas dan vraag ik wel eens van, nou, hoe heet jij bijvoorbeeld? Kik. Nou, dan zeg ik in de klas van, wie stemt ervoor dat vanaf morgen Kik iedere dag voor ons moet gaan trakteren? Dat iedereen! En dat betekent dus dat je er dan achter komt van, hé, als de meerderheid iets bepaalt, dan kan dat voor de minderheid soms heel vervelend zijn. De meerderheid kan dus bepalen dat de minderheid opeens moet gaan trakteren. Wat vind je daarvan, minderheid? Tijd voor één reactie. Ja, maar je kan ook bijvoorbeeld de meerderheid stemmen dat ik van een berg afspring. Ja, dat ga ik ook niet doen. Ja, hopelijk. Dus in jouw wereld misschien niet. Maar wie weet wat er in jullie wereld allemaal kan gebeuren. Was dit de maximale tijd voor deze vraag? We zijn door de tijd heen. We zijn door de tijd heen. Nou, dan is het nu tijd voor een flitsronde. Dan wil ik jullie eerst vragen om allemaal te gaan staan. Ja. En we blijven nog even in het thema leiderschap. Want wat we nu gaan doen zijn twee vragen. En die gaan even niet over je eiland, maar meer een soort stel je voor vraag. Dus stel je voor, we hebben al een leiding op het eiland van meerdere mensen. En er is opeens één plek vrij. Wie zou je dan kiezen? En zometeen zie je twee opties in beeld. En dan moet je lopen naar de kant waarvan jij denkt, ja, daar zou ik voor kiezen. Maar ik ga ze eerst voorlezen. Dus, zou je kiezen voor de visionair met veel ideeën en een sterke eigen mening? Of de luisteraar die vooral goed kan luisteren en minder een eigen mening heeft? Nou, nu kan je je gaan verdelen over die kant van de zaal of die kant van de zaal. Dus die kant voor de visionair. Die kant voor de luisteraar. Of weet je het niet, dan blijf je hier een beetje in het midden staan. En dan kunnen misschien de mensen van de beide kanten jou wel overtuigen om naar hun kant te komen. Dus verdeel je voor de visionair of de luisteraar. Oh, daar is het andersom. Kijk niet naar die kant, want die is andersom. Nou, er worden al langzaam wat conflictjes uitgevochten. Nu zou ik wel graag willen horen waarom mensen aan hun kant staan. Janneke, waarom sta jij bij de visionair? Omdat anders heb je er toch niks aan als iemand geen sterke mening heeft. Dan weet hij niet wat hij wil luisteren. Dan weet hij niet wat hij wil en dan heb je er ook niks aan. Dus misschien weet iemand wel niet wat hij wil. Wat wil Kamp Luisteraar daar tegenin brengen? Doreen, kan jij daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat vooral de eilandbewoners zelf ook hele goede ideeën hebben. En dat zij weten hoe het daar bij hun eraan toe gaat. En dat een goede leider, dat die de kwaliteiten van alle eilandbewoners zo gaat inzetten dat het eiland er in zijn geheel beter van wordt. Klinkt heel democratisch. Zijn er al mensen in het midden die nu denken, ik begin wat sterker de neiging te krijgen voor de visionair of de luisteraar? Nog weinig beweging. Is er misschien nog iemand aan de visionairkant die een echt extreem goed argument heeft om voor de visionairs te kiezen? Als de luisteraar gaat luisteren naar de eilandbewoners, de visionairs die er ook tussen loopt, die heeft enige en sterke mening, dus uiteindelijk luistert hij toch naar de visionair. Dus hoe dan ook is de visionair toch degene die bepaalt wat er gaat gebeuren. Oeh. Hey, en ik zag hier nog een vinger, dus als je een sterke mening hebt, dan zijn vaak veel mensen geschokt van, wauw, hij heeft goede ideeën en zo. En dan denken ze, misschien moet hij als leider, maar dan moet hij niet natuurlijk een dictator worden.
Oké, geen dictator, wel chockeren en daarmee mensen laten bewegen. Wil dat kamp er nog iets tegen inbrengen? Is er iemand die een tegenargument wil inbrengen om de middelste mensen naar jullie kant te overtuigen? Je kan toch ook een slecht idee hebben en dan een hele sterke mening hebben, dan is het ook niet goed. Ja, heel sterk argument. Ik zie ook meteen beweging in het midden komen. Oh nee, daar gaat het middenkamp. Oké, laten we nog van beide kanten een laatste stem horen voordat het echte middenvolk moet vertrekken. Een allerlaatste. De visionair heel veel meningen heeft en ideeën. En dan gaat hij die ideeën tegen het hele land zeggen. En dan vinden ze het bijvoorbeeld goed. En dan, dan kan hij leider worden. Ja! Yeah. Yeah. Oké, nog één toevoeging. Maar er staat ook niet dat de visionair helemaal niet kan luisteren. Dus misschien luistert hij wel, alleen niet zo goed. En dan kan hij kijk, zo... ja. Oh, ik denk een uitstekend laatste argument. Misschien voor de laatste midden-eilanders om... Ja, ik zie je daar voorzichtig al wat beweging komen bij Yannick. Er moet een laatste keuze worden gemaakt, toch? Nu, Lisa? Voor één van de twee kanten? Of ja. Heb ik dat verkeerd onthouden? Je moet kiezen. Je moet kiezen uiteindelijk. Ja, of je kan natuurlijk ook heel democratisch besluiten om niet te gaan kiezen. Is toegestaan. Goed. Oké, nou wat misschien nu wel interessant is, is we begonnen met een stuk meer mensen hier. Nog steeds is hier de meerderheid. Maar als we dan kijken naar de wereldleiders, hebben we dan vooral luisteraars of vooral mensen met een sterke eigen mening? En het is toch wel interessant dat we hier dan een hele grote groep mensen zien staan. En daar kan je dus in de klas een uitstekend gesprek over hebben. Maar wij gaan nu door naar de volgende. Want we hebben er nog zo eentje, nog zo'n keuze. En dat is deze. Er zitten namelijk op dit moment, stel je voor, we hebben evenveel mannen als vrouwen. Net als in de echte wereld, evenveel mannen als vrouwen. Maar er zijn meer mannen dan vrouwen die zich hebben opgegeven om de leiding te worden. Dus meer mannen zeggen, ja, kies mij. Dat betekent dat we kunnen kiezen uiteindelijk uit een man met ervaring of een vrouw met minder ervaring. Oké, dan mogen we kiezen voor de man met ervaring, die kant. Of de vrouw met minder ervaring, aan die kant. Of natuurlijk in het midden. Aardbeving. Oh, gaat goed. Hè? Huh? Er is letterlijk een taal. Oh nee, ja. Schok is dood. Hij is... Eenmaal, andermaal. Volgens mij zijn de keuzes gemaakt, Lisa. Ja, oké. Nou, we zien meer vrouwen zonder, of nee, sorry, met minder ervaring. En toch ook wel een groepje... Oh, iemand beweegt. Interessant. Nu al overtuigd. Is er iemand die wil vertellen waarom ze aan de kant staan waar ze staan? Oh, ja. Ja, ik vind het onzin om hier een keuze over te maken op basis van of iemand man of vrouw is. Of veel of weinig ervaring heeft. Ik vind dat er mannen en vrouwen in een regering moeten zitten, omdat ze allebei andere ideeën hebben. Nou, het ziet er naar uit dat hier, dit keer in het middenkamp, mensen staan die misschien wel helemaal niet een kant willen kiezen. Maar niettemin willen we toch horen waarom de mensen staan aan de kant waar ze staan. Want in de echte wereld moet je soms ook kiezen, terwijl je ook niet het hele verhaal weet of precies weet wat mensen gaan doen als ze eenmaal in de leiding zitten. Ik zie hier een vinger. Ja, kijk, er staat dat een man meer ervaring heeft dan een vrouw. Dus de man die kan bijvoorbeeld iemand vraagt wat gaat gebeuren volgend jaar. Ja, dan kan die man bijvoorbeeld wel weten wat er gaat gebeuren. Maar die vrouw heeft minder ervaring, dus ze kan bijna niks weten. Ja, overtuigend applaus. Ik zie ook een gepland klapsalvo in dit team. Tijd om over te gaan naar de andere kant. Lola, kan ik jou vragen om een argument te geven waarom je aan deze kant bent gaan staan?
Ik ben aan deze kant gaan staan omdat ik het heel fijn vind op dit eiland om iemand te hebben die weinig ervaring heeft, omdat diegene dan nog gevormd kan worden. Want iemand met veel ervaring kan al helemaal vastgesleten zijn in oude manieren. En dan vind ik iemand met minder ervaring wel fijn. Goed punt. Minder dogmatisch, absoluut. Ik zie, ja. Als er gewoon twee mannen waren met ervaring en dan gewoon één vrouw met minder ervaring, dat zou dan gewoon perfect zijn. Want dan kan de vrouw dan ook gewoon wat meer leren, kan ze ook gewoon meer dingen zeggen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de argumenten van, want er staan namelijk over, zeg maar, over het algemeen vooral mannen aan die kant. Oh. Maar er staan ook twee vrouwen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar waarom de vrouwen daar staan. Yes. Wat ik dus dacht, die man met ervaring, wat hij kan doen is, ik neem een vrouw met me mee, met niet zoveel ervaring, en die kan ik het leren, zodat ze het over kan nemen. Geen applaus? Goed punt. Applaus, op commando. Ja, ik zie hier iemand heel heftig nee schudden. Arnold. Ja, weet je, mijn redenatie is heel eenvoudig. Ervaring krijg je door het te doen. Hè? En op het moment dat je leiding krijgt, dan neem je het ook. En dan krijg je ervaring. En als je altijd kiest voor degene met de meeste ervaring, hou je zo'n systeem in stand. En dat moeten we met elkaar niet willen. Status quo behouden. Dat klonk als een heel welgemeend applaus. Dit keer wel. Nou, het is natuurlijk een punt. Hè? Als je altijd die man blijft kiezen, komt die vrouw dan ooit wel aan bod. Maar andersom ook. Wil je nou eigenlijk kiezen voor... Wil je kiezen voor iemands geslacht of wil je kiezen voor iemands ervaring? Ik snap de punten. Een allerlaatste en dan is het tijd om verder te gaan op ons eiland. Ik ben in het midden gekomen omdat ik erachter ben gekomen. Bijvoorbeeld dat er vijf mannen zijn en twee vrouwen. En dat ze bijvoorbeeld samen, dan hebben ze heel veel ervaring. En dan kunnen ze beter zijn. Samen hebben we heel veel ervaring. Mooi laatste punt. Oké, dit was de flitsronde. En dan wil ik u vragen om nu allemaal weer te gaan zitten. En dan gaan we verder op ons eigen eiland. Oké, zit iedereen weer? Dan is het tijd voor vraag 4. En ik ga hem nu voorlezen. Een eilandbewoner, en de materiaalmeester mag weer opzoeken wie dit is. Een eilandbewoner vangt twee grote vissen. En daar heeft hij zelf hard voor gewerkt. Moet zij... Oh, het is een man en een vrouw tegelijk. Interessant. Moet zij, hij, de vis delen? En heeft de visser meer recht op de vis dan de andere eilandbewoners? 4 minuten om dit binnen je eigen eiland op te lossen. Thank you.
Nog 1 minuut. Dit was de 1 na laatste vraag alweer. De zandloper wordt omgedraaid. En dan is het tijd om wat reacties te horen. Wat is er gebeurd met de vis op jullie eiland? Nou, wij hebben er eentje, delen wij. En dan, als er niet genoeg is, dan geven we eens 1 kamp de vis en de andere kamp de kokosnoten. En dat schuift dan steeds door, dus... En daarna krijgt het ziekenhuis ze een keer allebei, want daar zijn meer zieke kinderen en mensen. Aha. Oh, applaus, applaus. En is er een eiland dat het anders heeft gedaan dan dit? Wij hebben 3 kampen en dan de persoon die de 2 vissen heeft gevangen... Dat kamp krijgt dan 1 hele vis. En de andere vis wordt dan verdeeld over de andere 2 kampen. Ja. Dus je houdt een deel zelf en de rest wordt verdeeld. Een beetje zoals een belastingssysteem? Ja, ik denk het. Heel goed, de belasting is al uitgevonden. Elbara, hoe is het hier gegaan op het eiland? We hebben eigenlijk gedaan dat de mensen die goed hebben gewerkt en bijvoorbeeld hard hebben gewerkt, die moet hij wel delen met hun. Alleen de mensen die lui zijn en zo, die moeten beter werken. Dus dat ze ook meer eten krijgen. En als ze bijvoorbeeld het werk saai vinden, dan kunnen ze bijvoorbeeld als die kokosnoot uit de boom moet vangen, dan kan hij tegelijk jonge leeuwen mee. Maar ik heb daar nog wel even een vraag over, want wat gebeurt er dan op het eiland als er bijvoorbeeld iemand ziek is en niet kan werken? Krijgt hij dan wel vis of geen vis? Ja, hij krijgt dan wel, want als hij kon werken en dan kon hij... ook krijgen, maar nu is hij ziek en dan mag hij sowieso wel krijgen. Oké, dan krijgt hij wel eten. Ja. Gelukkig maar. Ik zie hier nog een vinger omhoog. Ik vind dat het eten altijd eerlijk verdeeld moet worden, want er kan 1 goede visser zijn. Die heeft dan altijd recht op meer eten en dat is niet leuk voor de anderen, want die hebben dan minder eten steeds. Omdat diegene zo goed kan vissen en de andere wat minder, ja. Lijkt me een heel goed argument. Ja, hier heb ik wel een vraag over. Want dit gebeurt natuurlijk in de klas heel, heel vaak. Dan wordt er gezegd, ja, wij gaan gewoon eerlijk delen. Maar wat is dan eerlijk delen? We hebben hier bijvoorbeeld... kan je deze microfoon even zo vasthouden? We hebben hier 2 personen. Ze zijn niet even groot. Is eerlijk delen dan, we krijgen allebei 1 vis... Of is eerlijk deze grote persoon heeft misschien een grote maag, moet misschien heel hard werken met zijn hele lijf en heeft daardoor heel veel meer honger. En is eerlijk delen dus misschien krijgen wat je nodig hebt. Of is deze kleine persoon, die moet juist nog meer groeien en heeft daarom weer meer nodig. Dus is eerlijk delen eigenlijk iedereen krijgt evenveel of is eerlijk delen krijgen wat je nodig hebt. Nou, dat is iets wat je in de klas kan bespreken. Want we zijn de tijd heen, geloof ik. Ja, dat de tijd op is. Dan is het tijd voor onze laatste vraag.
En dat is deze. Oh, wacht. Sorry. Ik zal jullie eerst even laten zien. Ik noemde net de klassensituatie. Nou, dit is dus een spel wat vooral in de klas wordt gespeeld. En in dat geval, want dit gaan we nu niet doen. Maar in de klas is het zo dat eigenlijk op elke situatie waar je wat kiest in de les, dan krijg je een splitsing. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van, lijkt jullie het antwoord het meest op alles delen? Ga dan naar vraag A. Of lijkt jullie het antwoord hierop? Ga dan naar vraag B. En dan krijg je een consequentievraag, een checkpoint. Die doen we dus nu niet. Maar dan weet je dus dat in de klas kan je eigenlijk op elke verhaallijn die je kiest, krijg je weer andere antwoorden. En zo zijn er eigenlijk 50 vragen. En daar doen we er nu dan dus een paar van. Nou, en onze laatste vraag, dat is deze. Want er strandt een schip op de oostkant van jullie eiland. En 4 nieuwelingen lopen het eiland op. En hun eiland blijkt overstroomd te zijn door de stijging van de zeespiegel. En ze kunnen nergens anders heen. Mogen zij ook op jullie eiland wonen? Wacht even. Mogen zij ook op jullie eiland wonen? En hoe dan? En waar dan? En ja, wat mogen die nieuwelingen nou eigenlijk hebben en gebruiken? Horen ze ook bij jullie kampen? Als het goed is, hebben jullie allemaal zojuist 4 nieuwelingen gekregen. Voor deze laatste vraag, 4 minuten. Plaatsen nieuwelingen op hun nieuwe plek? Ja, 4 minuten. Tijd gaat in. Ik zou bedenken, maar misschien is dat veel te veel naar de polen. Maar is kampen een onhandig woord? Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee. Maar het is goed om te weten, als ik het vaker hoor, dan... Ja. Oké, nou dan... Nog 50 seconden. Ja.
zijn. Vijf, vier, drie, twee, één. Tijd! En dat was de allerlaatste vraag voor vanavond. Ik ben heel benieuwd, wat is er gebeurd met de nieuwelingen? Leven ze nog? Doede, zou ik jou misschien mogen vragen hoe het hier is gegaan op het eiland met de nieuwelingen? Ja, wij hebben besloten dat ze wel op het eiland mogen komen, maar dat ze wel moeten bewijzen dat ze ook hun eten kunnen verdienen en dat ze niet zomaar op het eiland mogen komen om niks te doen en wel eten te krijgen. En hebben jullie het ook al erover gehad hoe ze dat dan moeten bewijzen? Of wat ze moeten bewijzen? Als hun bijvoorbeeld andere dingen hadden op hun eiland, dat ze dat dan ook aan ons vertellen, zodat we meer eten krijgen door hun ideeën. Heel erg kennis met elkaar uitwisselen dus. Ja. Goed idee lijkt me. Voor elk idee een kokosnoot. En hier zo. Nou, ze hebben ja gezegd, want ze mogen wel komen, maar we vinden dan wel dat ze zelf wel hout moeten vinden en dan zelf hun hut moeten bouwen. En ze mogen dan wel werken bij ons voor eten en zo. Maar ik vind wel dat ze dan wel aan onze regels en wetten moeten houden. Oké. Okay. En is er een eiland dat het anders heeft gedaan dan dit, die hier andere ideeën over had? Ik zie hier wel twee vingers. Roept u maar. Wij hebben ze erbij gezet. En daar en meteen geven ze rondleiding en doen we alle regels toepassen die wij hebben bedacht. En dan kunnen ze zich ook meteen aanpassen aan ons. En dan weten ze hoe ze zich moeten gedragen. Want als je die regels later pas vertelt, dan gaan ze zich anders gedragen. En dan moeten we die regels daarna nog ervoor zorgen dat ze daar ook aan doen. En als ze nou vanuit hun eigen eiland gewend zijn om dingen anders te doen dan jullie, is dat dan ook goed? Mijn mening is dan dat we ze, net als dat groepje, dan, dat we ze dan gaan combineren. Oké, okay, net als het eiland hier. Dus dat je echt met elkaar van elkaar gaat leren over verschillende manieren. Ja. Oké. Okay. Klinkt goed. En hier zo? Ja, wij hebben de nieuwelingen verspreid over de oorspronkelijke bevolking. En nu hebben we drie leiders. Eerst hadden we allemaal leiders, maar nu drie leiders en eentje is zelf nieuweling. Dus dat is toch ergens in een eigen dorp zeggenschap kan hebben. Of in ieder geval de kans krijgen om te bewijzen dat zij ook leiding kunnen hebben. En dat ze ook goede ideeën hebben. Dus dat ze ook eigenlijk bij het begin ook meteen leiding kunnen krijgen. Ja. Oké, okay. Ja, dat is misschien wel interessant, want wisten jullie dat in Nederland is er volgens mij, als ik het goed zeg, nog nooit een minister geweest met een niet-westerse migratieachtergrond. Dus dit eiland loopt al vooruit op Nederland, dames en heren. Even kijken, willen we nog een laatste vinger horen? Hier zo. Ons is het gaan dat ze welkom zijn bij ons land en dat zij verspreid bij onze eiland zijn. En dat eentje zei dat hij de baas was bij zijn volk en dat hij nu de baas nog steeds mag zijn bij zijn volk. En ook nog de baas van de vissers. En dat zij ook mee gaan helpen, ook werken, zodat we ook meer eten krijgen en dan kunnen ze het ook meer delen. Dus als je in je land van waar je vandaan komt, als je daar al een bepaalde taak had of al leider was in iets, dan mag je dat in dit land ook zijn. Dus het gaat eigenlijk om
eigenlijk alleen van je volk. En misschien hadden ze ook nog ideeën voor ons. Ja, misschien moeten we een soort ideeënpot maken. Ik ben ook nog wel heel erg benieuwd, want we hebben deze tafel ook nog niet gehoord. En die waren volgens mij bij vraag 1 door de meningmuntjes heen. Hoe hebben jullie het opgelost? Meneer, mag ik u het woord geven? Heel democratisch zijn we bezig geweest. Vertel. Ja, ja. Iedereen mocht zijn mening geven, waar door de muntjes heen. En dan gingen we de andere kaartjes bekijken, om dan toch weer in een discussie te komen. Kijken hoe we eruit kwamen. En hoe is het dan nu opgelost met deze laatste vraag, met de nieuwelingen? Die hebben we heel goed opgenomen. Ja, wat is heel goed? De mensen die de nieuwelingen niet willen hebben, die mogen in een hoekje gaan. Er is altijd één iemand die het niet wil en die hebben we in een hoekje gezet. Oh, het ziet er ook heel eenzaam uit. Die wordt vis gekregen. Oké, hij sterft niet van de honger. En de rest zie ik heel inderdaad harmonieus naast elkaar staan. Ook een oplossing. Dus eigenlijk de mensen die willen isoleren, die worden geïsoleerd. Oh. Is er nog een laatste vinger brandende? Ja. Nou ja, wij waren het er eigenlijk best wel snel over eens dat ze welkom waren. Dat ze bij het grote kamp mogen, want daar hebben we genoeg ruimte. Maar ze mogen wel een eigen kamp bouwen. Dus daarmee bewijzen ze zichzelf en ze moeten ook een steentje bijdragen. En ook wij hebben ze direct stemrecht gegeven. Maar ja, dat was weer een nieuw probleem. Want we hadden toen 4 mensen die de leiding hebben. Dus we hebben ook een kind van de nieuwekomers een stem gegeven als leiding. Dus nu is het weer 5. Dus. Ja, en we hebben ze niet in één groep gelaten. Ze hebben en een eigen kamp, maar ze integreren wel met de rest. En het nieuwelingenkindje, is die ook los van zijn nieuwelingenmama? Nee, in het kamp. In het kamp, maar wel erbij, zeg maar, bij de grote groep. Ja. Hele mooie, genuanceerde, progressieve oplossing. We zijn aan het einde van dit onderdeel gekomen, zijn door de vragen heen. Dan wil ik, voordat ik onze laatste 2 gastsprekers op het podium uitnodig, allereerst echt een daverend applaus voor Lisa Hu en het spel van Terra Nova. En dan heb ik een allerlaatste vraag voor jullie. En dan wil ik graag handen zien. Wie zou volgens de afspraken van zijn of haar eigen eiland willen leven? Nou, toch wel de meerderheid. Iedereen dus. Volgens mij moet iedereen hier de politiek in. Daar lijkt het een beetje op. Ja, deze vragen we eigenlijk ook nog altijd even erbij in de klas. Wil je dat ook als je een van de blauwe bent? Handen. Oké. Ook. Nou, gelukkig maar. Ik hoop dat jullie een idee hebben gekregen van hoe Terra Nova Minimaatschappij werkt. Niet iedereen had kinderen aan tafel. Ik hoop dat de teams die dat wel hebben gedaan een indruk hebben gekregen van hoe kinderen hier ook mee aan de slag kunnen gaan. En hoe zij ook eigenlijk heel goed kunnen nadenken over hoe de wereld eruit moet zien. Dit was het spelgedeelte vorige avond. En nu over naar Rick. Dank je, Lisa. Mag ik dan nog 1 keer op het podium uitnodigen Thijs Rovers, die we aan het begin van de avond hebben gezien. En geef hem ook een hartelijk applaus. Arnold Jonk, hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie. Heren, ga lekker zitten. Arnold, ik haal even de microfoon voor jou op. En de klikker. Alsjeblieft. Arnold, ik wil graag bij jou beginnen. Je bent hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie primair onderwijs en speciaal onderwijs. Als ik dat goed zeg. Nog even, voordat ik iets vraag over vanavond. Zijn er algemene dingen die jij
tegenkomt op scholen met betrekking tot burgerschapsonderwijs waarvan je denkt dat is opvallend, of dat is goed om te weten, of ik zie daar lastigheden bij scholen? Goedenavond. Nou ja, een paar dingen vallen me altijd op als het over burgerschap gaat. Ten eerste, wordt er eens in zoveel jaar enorm veel werk gemaakt van het feit hoe wij het precies doen op zeg maar lijstjes zoals de PISA. Dus hoe wij het op rekenen en taal doen. En dat staat met grote regelmaat in de krant. Maar dat soort zeg maar onderzoeken worden ook gedaan als het gaat over burgerschap. En daar doet Nederland het aanzienlijk minder goed in. En dat staat ook eigenlijk nooit in de krant. Of heel zelden, zeg maar. Op een of andere manier vinden we dat met elkaar veel minder belangrijk. In Nederland lijkt het soms. Kun je preciezer zeggen waar we dan niet goed in zijn? Nou, iets van een maand geleden is er weer een nieuw onderzoek uitgevoerd. Nederlandse leerlingen weten betrekkelijk weinig. Gewoon kennis hè, van hoe werkt democratie precies, wat is eigenlijk democratie, hoe is het in Nederland georganiseerd, over dat soort vragen. Ook houdingsaspecten zijn in Nederland wat minder goed. Waar Nederlandse leerlingen relatief heel goed in zijn, zijn dingen als het vragen om respect en dat belangrijk vinden dat je respect krijgt. Maar geven, zeg maar, dat komt wat minder goed aan de orde. En ook weten, zeg maar, hoe dat precies werkt, daar zijn Nederlandse leerlingen ook relatief minder goed in. Maar met elkaar lijken we dat ook niet zo heel een punt te vinden. En dat vind ik zelf heel bijzonder, want het Nederlandse onderwijs geeft ongelooflijk veel ruimte aan scholen om zelf te bepalen wat burgerschap eigenlijk is. Dat zat helemaal aan het begin vanavond, kwam dat ook aan de orde. En dat zit heel erg in ons onderwijssysteem. Vrijheid van onderwijs is ook bepalen, zeg maar, juist ook wat burgerschap is. Dus geen toeval dat er zo weinig, zeg maar, regels zijn over wat burgerschap is. Dat is heel erg bewust opengelaten. Ja. Dat is heel erg idee. En tegelijkertijd zie je dan dat dat een soort theoretisch idee is. Maar praktisch gezien vinden heel veel scholen, dat herken ik heel erg, ja, maar wat moet ik dan doen? Ja. Dus ze kunnen eigenlijk met die enorme ruimte die scholen krijgen, in de praktijk zie je heel veel scholen ook het heel lastig vinden om dat dan volgens in te vullen. En er zijn ook veel minder zeg maar, methoden en materialen die scholen kunnen gebruiken op het burgerschapsdomein. En het stikt van de methode op wiskunde, rekenen, taal, een beetje wereldoriëntatie. Dus daar zit eigenlijk best een groot gat in. En toen ik daar nodig kwam om hier te zijn, dacht ik, dan ga ik kijken. Want zeg maar, nieuwe methodes die op dit domein zitten, dat vind ik heel boeiend. Want er is echt gebrek aan. En heb je met betrekking tot de methode die we vanavond hebben beproefd, heb je daar al een eerste, misschien zijn er nieuwe inzichten geweest waarvan je denkt, hey, dit is wel verdomd interessant, dit heb ik nog niet eerder ergens gezien of anders gezien? Nou, wat ik zelf zeg maar ontzettend interessant vond, is dat burgerschap is een vaag term. En het is ook vaag omdat het zoveel betekent. En mensen hebben ook de neiging om het maar één betekenis te geven. Hè? Dus burgerschap is aardig met elkaar omgaan. Of burgerschap is kennis. En wat ik zo interessant vind aan wat ik vanavond zag gebeuren, is hoeveel dingen je daarin kwijt kan van al die verschillende kanten die burgerschap heeft. Hè? Dus bijvoorbeeld, wat ik zelf heel interessant vind, is dat Lisa iedere keer tussendoor riep, wist je trouwens dat in Nederland of wist je dat in de wereld? Dus dan ben je niet alleen dat spel aan het leren en met elkaar leren discussiëren. Je krijgt ineens ook heel veel mee over hoe is het eigenlijk georganiseerd. En dat kan je dan misschien beter begrijpen als je argumenten voor en tegen hebt begrepen. Dus dat vond ik zelf heel interessant. En dan zie je ineens die veelzijdigheid van dat onderwerp. En dat had ik eigenlijk toen ik kwam niet verwacht. Oké. Okay. Thijs, sluit je daarbij aan? Kun je voorstellen dat je dit spel speelt en dat je ook misschien wel makkelijker dan een koppeling kan maken naar wat er in de stad gebeurt of in het land gebeurt? Ja, wat mij opviel is juist dat het inderdaad niet zo gekaderd is. Dat het heel breed is. En dat het spelende wijs heel erg raakt aan heel veel verschillende punten die met burgerschap te maken hebben. Ik denk dat een goede begeleiding van een leerkracht wel essentieel is. Want er zit volgens mij een hele hoop in waar je ook met andere vakken wat mee kan gaan doen. En als je het thematisch aan zou pakken, dat zeker ruimte biedt om dat te gaan koppelen. Kun je er al een voorbeeld van geven hoe je dat mogelijk met andere vakken doet? Hoe je met elkaar discussieert, wat beargumenteren is belangrijk. Maar ook, al heel simpel, want daar ben ik dan mee bezig als leerkracht, gelijk heel praktisch. Vanaf welke groep kunnen ze deze kaartjes lezen? En begrijpen wat erop staat. En ik draai nu een groep 4, maar ik ben dan ook heel benieuwd, kan ik als leerkracht al dit spel spelen met op die leeftijd? Hoe ga je dat aanpassen? Ik
zou ook aanraden om dit spel eerst in een teamkamer te gaan spelen. Met je, daar kijk ik ontzettend naar. en dan daar als team met elkaar over in gesprek te gaan. Zijn er... Vanuit de, Arnold, je vertelde net dat er weinig misschien wel aan zich instrumenten zijn om burgerschapsonderwijs handen en voeten te geven. Dan zijn er waarschijnlijk ook extreem weinig echt gevalideerde op wetenschappelijk inzicht gestoelde methoden en instrumenten. Is het interessant om dit spel Terra Nova middels onderzoek ook op die manier zeg maar een wetenschappelijke fundament te geven om het te valideren? Zie je daar mogelijkheden toe? Nou ja, kijk, als een ik ben geen politicus, maar als politicus ga ik een antwoord geven op een hele andere vraag. Dus wat er wel eens misgaat bij burgerschap, is dat het, dat zien we ook op scholen, dat het heel erg zeg maar een aantal activiteiten zijn. Dus dat het gewoon een paar leuke dingen zijn om te doen. Is. En dan krijg je een paar dingen. En dat kan ook een risico zijn van zo'n spel. Van hey, dan weet ik in ieder geval wat te doen. Terwijl je eigenlijk niet hebt nagedacht als school. Van wat betekent voor mij eigenlijk burgerschap? Wat wil ik wat leerlingen leren? En ga ik dan na een tijdje ook kijken of dat ook lukt. Dus dit past heel erg in een soort opvatting van burgerschap. Als je als school ook denkt van ja, burgerschap is voor mij zeg maar die hele breedte en ik wil ook dat ze dat leren. Dat ga ik ook later bekijken of dat lukt. En zo zet ik dat spel ook in. Dan kan je er ook over nadenken wat je er precies mee doet en welke aspecten, want zo'n spel heeft natuurlijk heel veel kanten, wat je heel veel nadruk geeft of wat misschien wat minder en wanneer je dat dan vervolgens doet. En dan is wetenschappelijk valideren natuurlijk heeft pas zin als je ook weet welke doelen je nastreeft. Ja. Zeg maar, hè. Dus dan moet je voor jezelf goed een beetje definiëren. En dan zou dat kunnen. Er zijn behoorlijk wat instrumenten die verschillende valideringen hebben. Maar dat vind ik niet de hoofdvraag, zeg maar. Ik vind het heel erg belangrijk dat je nadenkt over de vraag, wat bedoel ik eigenlijk met burgerschap? Ik zie soms wel scholen die zeg maar bij wijze van spreken op hun buis spijkeren. Wij werken hier aan 21 eeuws burgerschap. En nou, dat vind ik heel mooi. En als je dat aan verschillende docenten vraagt, wat betekent dat eigenlijk? Dat, zo vervelend zijn wij dan als inspectie. Dat gaan verschillende mensen vragen. En dan krijg je hele andere antwoorden. En als je het aan de leerlingen vraagt ook. He, dus wij vinden het belangrijk dat je met elkaar eerst even nadenkt van wat wil ik nou eigenlijk voor elkaar krijgen? En wat hoort eraan volgens dan mij? Bedoelde je dat ook Thijs, toen je zei, misschien is het, ik kijk er al naar uit om met mijn collega's misschien wel eerst dit spel te gaan spelen om op basis daarvan een gezamenlijke visie of gezamenlijke inzichten en beelden te krijgen? Ja, ik geloof niet dat je als enkele leerkracht in een school het verschil gaat maken met zo'n spel. Het moet een gedragen visie vanuit een school zijn. Als ik even uit mijn eigen context mag spreken als op basisschool, wij hanteren de vreedzame school, dat is een methode. Waarbij we elke week een les geven over hoe we met elkaar omgaan. Dat kun je niet in één klas doen, dat moet je als hele school gaan doen. En daar groei je ook in, je krijgt mediatoren, je krijgt een leerlingenraad. Dus je zorgt ervoor dat het opbouwend is, maar met de hele school. Dat zie ik ook voor zo'n spel. Je moet je afspraken over maken, eerst samen spelen met het team. En wat willen wij hiermee? Hoe gaan we het inzetten? Want je bent er ook om kinderen te trainen op die vaardigheden, op de burgerschapsvaardigheden. En hoe ga je ervoor zorgen dat ze er beter in worden? Dus ik zou het leuk vinden om zo'n spel te spelen en daar met je team en dan te zeggen, wat willen we eigenlijk kinderen hierin leren? En hoe gaan we ervoor zorgen dat we ze met een bepaalde, bijspijkeren wil ik niet zeggen, maar lessen die we eraan kunnen koppelen. Van hoe kun je beter dan met elkaar gaan discussiëren en dan nog een keer zo'n spel. En zit daar verandering in? Ja, daar moet je denk ik, ik weet niet eerlijk gezegd of daarover naast gedacht. Of daar een soort van handleiding bij zit hoe je dat kan bevorderen. Maar dat zou ik wel interessant vinden als leerkracht en als team. Geef Lies even de gelegenheid om daar antwoord op te geven. Yes. Nou, vanavond kan Rinke Huisman hier niet bij zijn. Zij is helaas ziek, maar zij is de onderwijsexpert van Terra Nova. En we hebben afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een educatieve handleiding. En daar staat inderdaad een lestabel in waarbij elke vraag staat. Wat zijn hier de onderliggende thema's? Met welke lesstof kan ik dit combineren? Welke kerndoelen gaat het eigenlijk over? En wat zijn doorvraagvragen die ik kan stellen bij elke vraag? Dus die hebben we. Ja. Dit is een prachtig middel om als school een eigen visie op burgerschap te
ontwikkelen en dat vervolgens aan de kinderen te onderwijzen. Ik werp even een blik op de klok, want we zijn een beetje over de tijd heen. We hadden wat meer tijd nog aan het einde ingeruimd voor wat vragen uit de zaal. Dat wil ik een beetje gaan beperken in verband met de tijd. Zijn er vragen uit de zaal? Ik zou er graag 3 op willen halen als die er zijn. Aan Thijs of aan Arnold. Misschien nog aan Lisa of in het algemeen. Waarvoor ik iemand even het woord kan geven. Als er iemand is die een vraag heeft, steek even je hand op. Hoeft niet, mag wel. Geen enkele vraag, alles is... Oh, pardon, ik zag u niet. Ik kom naar u toe. Gaat uw gang. Ja, een vraag meer vanuit inspectieperspectief. We hebben nu het onderwijs ingericht. Je hebt leerdoelen en dan doe je toetsen. En dan laat je zien van die leerling heeft dat cijfer gehaald. En dan kun je het allemaal checken. En dit is meer een spel. In spelende wijze leer je heel veel. Dus hoe denken jullie, hoe kijken jullie tegenaan? Dus je moet erop vertrouwen dat er tijdens die lessen, tijdens het spelen van het spel, dat leerlingen heel veel meekrijgen over burgerschap. Zonder dat expliciet te hoeven toetsen. Ja, ik stel me geen CITO-toets voor burgerschap voor of zo, hoor. Maar scholen die zelf zeg maar over dit soort dingen nadenken, die komen met elkaar ook tot het idee van, nou, ik wil leerlingen bijvoorbeeld leren van hoe zit de democratie in elkaar. En dat kan je zeg maar na een aantal jaren wel bekijken of ze er veel van weten of niet. En hoe je ze vervolgens dat geleerd hebt, dat is natuurlijk weer een heel andere vraag. Dat kan zeg maar verstopt zitten in zo'n spel. Dat hoeft niet per se via een tamelijk saaie les te zijn waarin ze naar buiten gaan zitten kijken. Zeg maar. Dat is natuurlijk het verschil tussen wat je ze wil leren en hoe je dat leert. He, dus en weet je, nogmaals, ik vind het belangrijk dat scholen daar zelf over nadenken. En dus ook zelf nadenken over de vraag hoe ze daar volgens achterkomen of dat gelukt is. Je hoeft dat niet meteen landelijk te standaardiseren. Ik denk zelfs dat dat heel erg ongewenst zou zijn. Maar dat is de manier waarop ik er naar kijk. Nog tijd en ruimte voor 2 vragen. Tenzij die er niet meer. Ja. Ga je gang. Ja, we hebben vanavond allemaal kennis gemaakt met dit super toffe spel, vind ik zelf in ieder geval. En nou ben ik eigenlijk benieuwd hoe wij er met z'n allen voor kunnen zorgen dat dit spel op zoveel mogelijk scholen terechtkomt. Of we misschien een afspraak met elkaar kunnen maken, hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk scholen met dit spel in aanraking komen. En Lisa daar al een idee over heeft, of misschien iemand anders. Heb je er zelf een antwoord op? Ja, goed, ik zit zelf niet direct in het basisonderwijs, maar ik denk wel dat het heel leuk zou zijn om gewoon iemand in je buurt op te zoeken of familieleden als je die hebt die in het basisonderwijs werken en gewoon met jezelf vanavond af te spreken dat je die persoon morgen nog gaat opbellen en gaat vertellen over dit spel of een mail gaat sturen en gaat vertellen dit spel kan je aanschaffen, zodat we ervoor zorgen dat het zo ver mogelijk verspreidt. Goed idee, lijkt me sowieso. Heeft iemand anders daar een goed idee voor? Wat misschien aansluit bij jouw vraag is, we hebben namelijk al de hele avond cameraman Kevin rondlopen om beelden te schieten. Het lijkt mij ontzettend leuk om, als we zometeen echt klaar zijn met de bijeenkomst, met name alle leerlingen die zo buitengewoon goed en enthousiast hebben meegedaan vanavond, als die misschien zelf of misschien met z'n tweeën of misschien met een heel groepje voor de camera aan Kevin ook nog iets zouden willen vertellen over wat ze vanavond hebben gedaan en hebben meegemaakt. Want er wordt namelijk een klein filmpje gemaakt van ongeveer 1 minuut van alle beelden die zijn geschoten en dus ook van de kinderen die zo meteen misschien wel iets willen zeggen. En dat kunnen we natuurlijk heel goed delen op sociale media om dit middel tot goed burgerschap te komen te verspreiden. Een laatste vraag. Laatste opmerking. Ja. Lijkt me mooi om met Nebier te eindigen. Dat wat gefilmd wordt, wordt het alleen op social media gedaan of ook gewoon op het nieuws en zo? Je bedoelt op het NOS-journaal? Ja. Ik denk dat als jij een heel goed antwoord geeft, dat het best wel eens mogelijk kan zijn dat het op het NOS-journaal komt. Dus als je daar nu alvast even over gaat nadenken, dan bestaat die kans. Goed, we zijn door de tijd heen. Mag ik allereerst Arnold Jonk en Thijs Rovers bedanken voor hun bijdrage vanavond.
Dat geldt zeker ook voor alle dappere livespelers die eerder hier op het podium stonden. Het geldt zeker voor Lisa, die hier ons eigenlijk heel erg professioneel door de avond gidste vanavond. En het geldt ook absoluut voor jullie allemaal, voor jullie aandachtige aanwezigheid en meedoen. En heel erg fijn dat jullie er allemaal waren. Met name de leerlingen. Ik hoop echt dat jullie veel vaker terugkomen. We doen heel veel met onderwijs. Kom vooral langs om mee te praten, want jullie input is heel erg belangrijk. We zijn door de tijd heen. Ik zie Lisa nog naar het podium komen voor een laatste opmerking. Mini-opmerking. We hebben zometeen daarbuiten ligt voor iedereen een klein zakje met wat dingetjes van Terranova erin. Dus vergeet die niet mee te nemen als je naar huis gaat. En er liggen daar ook een hele hoop flyers. Mocht je informatie willen doorgeven, dan kan dat. Fijn dat jullie er waren vanavond. Dankjewel.